Leuk dat jullie kijken. We gaan vandaag Among Us spelen. Alweer. Nou, ik zag dat jullie allemaal zaten te wachten. Ik hoop dat jullie er heel veel zin in hebben. Ik hoop dat jullie me goed kunnen horen en me goed kunnen zien. We gaan Among Us spelen. We beginnen in de Skeld, want de meeste mensen vinden die map toch wel het fijnste om te spelen. Dus geen rare maps vandaag. Ik zie jullie allemaal heel druk in de chat. Yay, gezellig. Oké, ik heb vandaag alles zelf ingesteld. Dus ik hoop dat het goed gaat. Nee, Jamila is er niet bij vandaag, maar ik heb een verrassing. We gaan morgen weer live, weer Among Us spelen. Deze kwam eigenlijk een beetje als een spontaan gepland spelletje, zeg maar, vandaag. Dus we zijn nu wel met een heleboel leuke mensen. Ik zal ze zo meteen gaan laten zien. Maar niet met Jamila. Zij doet morgen wel weer mee. Maar dat hoor je dus morgen weer. Oké, ik zie heel veel hoi, jee, hoi, gezellig. Oké, nou, leuk dat jullie er zin hebben. Ik ga even overschakelen naar de Discord. Dan ga ik jullie laten zien wie er allemaal zitten te wachten in de kamer. Voordat we uit de game gekikt worden. Maar leuk dat jullie allemaal weer kijken. Hi. Oké, ik zet hem even over. En ja, hallo. Ik was hey. Hallo. Welkom in de stream. Het mocht even duren. Sorry, dat viel toch wel mee. Ik moet even alleen hoi zeggen. Oh. Ik zat er wel net over te klagen, maar. Oké, nou, ik zal heel snel voorstellen doen. We hebben Bibi. Oh, Bibi. Yes. Ik denk er helemaal aan de andere kant op. Met de broer Hugo. Matthijs is vandaag mee, die vorige keer 1 keer mee mocht doen. Meteen imposter was en toen niet meer mee mocht spelen. Oké, wacht. We zijn met Roos. Die zit hier. Rob, die zit verstopt hierachter. Zoals what up? Hallo. We hebben Rick, die doet mee. We hebben Annika, die doet mee. En we hebben Dionne. En Febe. Maar Febe, die vind ik niet meer aardig. Sinds dat ze me zo vaak dood heeft gemaakt. Wacht maar, Febe. Ik pak je vandaag terug. Ik ben even benieuwd. En we hebben Dionne. Maar Dionne is kwijt. Waar is Dionne? Uh-oh. Wat? Haar live gaan fixen op haar stream. Ze heeft ons ook gemute. Dus, ze is nog even aan. Ja, die komt er zo meteen aan. Die is nog even de stream aan het fixen. In ik zei al, we gaan sowieso deze server kwijtraken. Ja, waarschijnlijk wel. Ik hoop het niet, maar anders doen we snel weer eventjes opnieuw. We zitten er nog in, dus. Jullie horen mijn geluid heel zacht. Oh, dat is raar. Wacht. Dan denk ik dat jullie me... Mijn stream hoort me heel zacht. Horen jullie me nu al iets beter? Ik hoor je sowieso net... goed. Oh ja, ja, oh. Ja, ik hoor... Oh, nu heb ik je wel goed. Ja, hè? Ja, wacht. Ik doe het zachter. Nou, ik... Sorry. Nee, ik was net echt mega dom. Ik was namelijk... Ik had geen geluid op mijn koptelefoon. En toen ben ik aan alle knopjes gaan draaien. Toen deed ik het nog steeds niet. En toen dacht ik, oh, je hebt gewoon op je computer zo'n volume ding waar je hem harder en zachter kan zetten. Die stond mega zacht. Dus nu horen jullie me als het goed is heel goed. Ja, hè? Ja, je moet nooit aan knopjes zitten, want ik draai aan alle knopjes. Maar knopjes zijn altijd zo... Ja, je moet er aan zitten, hè? Hey, top. Ja. Hey, ik hoor Dionne. Ja, mijn Discord was weer fucked up aan het doen. Mm. Oh. Dus ik ben weer... No. Febe gaat alweer weg, hoor. Oh. Ja, nee, vrolijk. Oh. Nou, misschien hou je dan wel de server actief als je er weer in komt. Dat scheelt. Nee. Dat is een feit, hè? Hallo. Jawel. Hallo. Goeie nu is alleen Febe weg, maar die komt er zo meteen weer bij. Zo werkt het niet. Ik zal even shout-outjes geven voor alle andere streams. In de tussentijd is Dionne ook aan het streamen op Twitch op Onnestream. Je kan ook Rick's stream volgen, die streamt ook op Twitch op CreaRickNL. Je kan ook Matthijs volgen, ook op Twitch, Matthijs. Nee. Of heb je... Nee, ik zit daarop, dus... geen stream vandaag. Nou, dat was het. Ik moet nog even een Discord overlay maken. Wacht even. Oh ja. Nee, neem de tijd. We doen gewoon Discord alles gelijk vandaag. Rustig aan. Momentje, dit is niet de goede. Oh, nee, Saar doet ook niet mee. Saar doet morgen weer mee. Al die livestromen. Wat is die site ook alweer? Wacht even hoor. Streamlabs of zo, toch? Discordoverlay.nl. Nee, dat is hem niet. Wat was die site voor ook alweer? Voor al je Discord overlays. Ik kan het niet vinden. Oh, uw Discord overlees. Gaat u naar discordoverlee.nl. Ja, dat is hem, ja. Dat is zo'n lelijke website naam. Discord overlees. Nou, het valt nog mee. Oh mijn lord. Het valt nog mee. Dit is... Bibi ziet er trouwens wel een beetje gevaarlijk uit vandaag. Zo samen met Hugo ook. Het is echt... Zit in een familie. Ja, ik denk het. Ik vind Hugo sowieso altijd wel eng om tegen te komen. Maar dat komt door zijn skin.
Ja. Ja, ik heb een kerstmuts op gedaan. Nou, maar even gezegd met z'n kerstmuts hierop. Hebben jullie trouwens allemaal vakantie? Of, Ja, ik moet wel elke dag werken. Oh. Maar buiten dat... Ik heb vakantie. Vakantie. Van school dan, niet wat van werken. Wat is vakantie? Ja, wat is vakantie? Ja, precies. Dat is een hele goede vraag. Wat is vakantie? Ja, nou, als je zeg maar nog op school zit, dan heb je altijd vakantie. Als je klaar bent met school, dan is het helaas over voor de rest van je leven. Ja, dus... ja ook vakantie. Maar als je weer kinderen krijgt... Ik hoor heel veel woorden die we niks zeggen. School, leven, vakantie. Ik snap er niks meer van nee, hier. Nee, ik ken het. Dat doe ik niet. Oké, voor de mensen die zeggen start. Ja, we gaan zo starten. Ik moet eventjes Dionne ook de ruimte geven om haar zo Discord herkenbaar. Overlay te fixen. Die server gaat eruit vallen. Ja, ben je er klaar voor? Ja. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Want ik ga op start drukken. Ja. Oké. Ik hoop trouwens dat de game-instellingen nog goed zijn. Ik heb niets aangepast. Succes! Oh, meteen! Nou, dat is een lekker begin. Ik moet nog helemaal inkomen, want ik heb ook al even niet meer gespeeld. Ja, voor het weekend. Maar begin gewoon meteen. Bam! Oké, als ik niet zo heel goed ben, moet even inkomen. Even opletten. Nu al. Oké, wat ga ik doen? Ik ben even helemaal stil. Ik zit tegenwoordig al zoveel te kletsen dat ik daardoor voor mijn gevoel niet zo heel goed meer aan het opletten ben. Dus ik wil vandaag even iets beter opletten. Hi, hierop. Ik ga het vandaag een keer goed doen. Ik wil weer leuke potjes. Ik wil weer lekker goede impostenpotjes. Maar nu vind ik het spannend. Ik heb hartkloppingen en ik moet even inkomen. Zo. Die Matthijs denkt, wow, wat staat die chick daar loon? Wow. Ah, dubbel keeltje zo te zien. Oké, in de electrics, op die vent daar zo. Uiteraard. Electrics. Ja. Heb je en iemand zien venten? Zijn, want ik heb jou wel die richting in zien lopen, Hugo. Ja, maar Hugo liep er daarna ook weer uit. Die ook gereport. Dus ja, you know. Maar kan zelf report zijn natuurlijk. Ja, het kan, maar het is het niet. Oké. Nee, want Hugo die gaat toch altijd weer terug de vent in? En dan ja, weer... waarom zou ik zelf reporten? Ja. Het is wel een electrical, maar de lichten waren volgens mij niet uit. Dat is wel Hugo's moeite. Nee, dus ja. Oké, maar heb je iets gezien? Behalve een body eigenlijk niks. Er was nog niks. Ik heb ook niks gezien, dus aan mij hebben jullie niks vandaag. Ja, same. Maar wie lag daar in electrical? Paars of wit? Of allebei? Attica. Alleen. Oké. Kreeg, waar was jij? Want jij kwam wel van die kant. Nee, ik was een admin om die O2 te fixen. Ja. En daarna ben ik naar storage gegaan. En toen ben ik daar via de shield naar navigation gelopen. Daar kwam ik Rob ook nog tegen. Bovendien. Oké. Dus ik moet nog wel naar electrical. Ja. Skip dus. Okay. En wie? Ja, ik was in admin. Toen ging ik naar... Ja, die taak daarachter, admin, zeg maar, weet je wel. En daarvoor, net voor want je daar heb ik je wel gezien, maar dat er zit nog een heel groot, heel groot tijdstip ervoor, wat gemist. Oké, zeg maar, ik liep gelijk naar... Heb je gekild of niet? Nee. Oké. Oké. So far so good. Het zijn er al twee uit. Ik heb echt hartkloppingen en zweethanden. Oh, man. Ik vind het altijd zo'n spannend spel. Kijk, Rick die staat daar leukste taakjes te doen. Volgens mij heb ik Rick nog nooit echt gedood. Misschien wel in een potje, maar ik kan me niet meer herinneren. Maar ik vind Rick altijd zielig, dus die wil ik nooit doodmaken. Oké. Hugo zit mij een beetje te checken. Ik vind het spannend. Ik moet ook echt nog even inkomen. Ik ga zeker niet naar electrical. Want in electrical ga ik dood. Hé, Rick vertrouwt me. Hij loopt met me mee. Je gaat dood hoor. Doe het niet. Don't do it. Ga weg. I will kill you.
In Shields. No. Shields, waar is dat ook alweer? Onder weapon, of ja. Ja, ik wou net zeggen, ik was daar wel in de buurt, maar ik ben in Navigation geweest en toen ging ik weer terug naar O2. Oh, dus je kon wel via de bovenkant? Ja, ik ben nog niet onder geweest. Ik denk toch, Hugo, dat jij het bent. Want je was ook bij die taak. Met die draadjes, weet je wel. Nee, dan had hij mij wel echt wel gekild. Ik had iedereen al kunnen uitmoorden meerdere keren. En ik heb niemand vermoord. Ik heb Hugo wel gezien. Ik ben jou echt boven. Niet tegengekomen. Ik ben jou wel tegengekomen. Ik ben hem ook niet tegengekomen. Ik verdenk Bibi niet. Ik denk dat het PG Cole 251 is. Nee, ik stond samen met Matthijs, je bent met wel hem stil in Medbay. Hij had mij echt heel hard kunnen killen en dat heb ik een paar keer gehad. En Creachick is ook kan en sus, you know. Hey, waar is Febe trouwens? Is zij disconnected? Of? Zij is ook dood, denk ik. Ja. Oh, bij mij staat er geen kruis doorheen, maar ze is wel grijs. Febe is geliefd, of maar door die random beschuldigingen van Hugo, denk ik dat het Hugo is. Ja. En hij zat ook bij die taak, van die draadjes staan. En je had nog binnen 2 seconden was je weer weg. Ja, maar het is een pure gok. Onder die en Hugo, denk ik. Ik ook niet. Ik denk dat het Creature is. Dus die stem gaat naar... doei. Wow. Ciao. Joe. Oh, we gaan zo hard verliezen. Oké, Hugo is eruit. Ik dacht, ik hou maar gewoon even mijn mond. Onder die mute. Klopt. Jorne, je meid. Klopt. Oké, nou, we zouden deze nog best wel kunnen winnen. Rob en ik doen het helemaal niet slecht. Dit is ook de eerste keer dat ik met Rob volgens mij imposter ben. Dat gebeurt ook niet zo heel erg vaak. Ik sta hier even lekker mijn taakjes te doen. Kill Bibi. Kijk, ik ben hier samen met Rob. Altijd gezellig. Ik sta hier even mijn cooldown te doen. Hey, hij doet de fixed lights. Oké, laat ze maar komen. Arme Hugo, sorry Hugo dat je eruit bent. Er komt niemand, hè? We hebben gewoon samen fixed lights gedaan. Dionne. Ze komt niet met me mee. En ze vertrouwt mij niet. Oeh, dubbelkiltje. Doen we het? Doe het. Ja, lekker! Ik zat maar te twijfelen, Rob. Zullen we dubbelkill? Maar ik durfde niet. Ik was te bang dat je het niet zou doen. Same. Lekker! Dit is een leuke opening van de stream. Ja, we zaten al sinds Electrical. Doen we dubbelkill? Doen we niet. Doen we het niet. Ik zat maar te twijfelen. Maar blijkbaar was 1 kill al genoeg om te winnen. Even snel mijn game opnieuw opstarten. Maar geluid het niet. Oh, oké. Ja, doe rustig aan. Oh, ik heb hartkloppingen, jongens. Wat is het spannend om te beginnen als imposter. Ik vertrouw jou nooit. Nee, je moet mij ook nooit vertrouwen. Ik ben in het echte leven ook altijd de imposter. Dat is wel waar. Ja. Nee! En sorry dat ik jou heb doodgemaakt, Rick. Ja. Je stond me ook zo erg te vertrouwen daar in Shields. Nou ja, het was meer... De vorige keer werd ik daardoor Onedy gekild. En toen was ik al vrij boos. Maar nu dacht ik, ja, gaat er zelf heen. Dus ja, wie weet ben je het niet. Ja, maar ja, toen kon ik gewoon mijn taak doen. En toen dacht ik, oh, nou, laat maar. Nu ben ik dood. Oh, sorry. Het spijt me. Mijn eerste kill was ook heel casual bij weapons. Ja, heel casual ook echt. Ja, het was helemaal... Ik kwam gewoon toevallig heel veel mensen tegen. En ik liep allemaal buiten weg. En ik dacht, oh, jij bent daar. Alleen Roos was er nog. Zonder andere mensen. You will die. Ik had uiteraard een electrical kill. Sorry, Attica. Krijg je nog terug, ooit. Oh, ja, is goed hoor. Ik werd gewoon uitgestemd terwijl ik de waarheid sprak. Ja, oh. Ja, het komt toch echt door die enge muts, denk ik, Hugo. Ja, Hugo, je moet echt even hij kon het niet zijn. Hij had mij zo vaak kunnen killen. Ja. En hij liep ook echt wel netjes via boven. Ja, maar Hugo! Ik wil random zus op mij gooien, dat ook niks heeft gedaan. Nee, maar... Ja, I don't know. Is het gelukt, Matthijs? Nee, maar... Doet je audio nog steeds raar? Ik hoor het wat moeilijker. Ja, ik hoor Discord wel, maar...
De game geeft gewoon geen geluid. Je klinkt ook een beetje als een robot. Ja. Ja. Oh, wacht, of iemand die zo op zijn keel slaat, weet je, zo... Waarom krijgen we hier meerdere voorbeelden van? Oh, sorry hoor. Doen, hallo. Oké, kunnen we verder? Ja, we zitten te wachten op Matthijs zijn geluid heeft ge... Nee, ik ook niet. Ik wil ook starten. Ja. Start! Roep ze in de chat. Start! Start! Ik voelde dat ik nog even reclame moet maken voor discordoverlay.nl. Ja, maak hem maar vast aan. Ik start de game in de tussentijd. Succes! Oké, dat was een leuk begin. Maar ik heb het wel heel warm ervan. Dus laat me alsjeblieft niet weer imposter zijn! Oh, dit gaat zo'n avond worden, jongens! It's me, again! Nou, kan ik wel eindelijk eens een keertje weer veel imposterpotjes spelen. En weer van alles proberen. Oké, ik wilde hier eigenlijk nu gaan killen. Maar ik denk, nee. Ik ga nog niet te veel risico's lopen nemen. Ik doe het nog even een beetje rustig aan vandaag. Ik speel met Attica. Ik heb met haar nog niet eerder geïmposterd. Dus ik weet niet wat haar move is. Ik doe net alsof ik Fuel Engine aan het doen. En als ik toevallig iemand hier tegenkom, dan gaat hij maar dood. Ik hoop niet dat ik het verprits. Ik ga mijn best doen. Baby en Bibi gaan lekker met elkaar die kant op. Hugo gaat die kant op. Rob gaat die kant op. Matthijs is hier in zijn eentje. Matthijs vertrouwt me. Ha! Kijk, ik laat hem even in leven. Goed, dan heb ik iemand die voor me kan foutje. We gaan even helemaal naar rechts. Ik kill Bibi. Wat hebben jullie tegen Bibi? Oh! Een lach in het gangetje bij Navigation. Ah, Dionne weer als eerste. Oh, Dionne. Ja, Rick die liep daar wel. Ik weet niet of hij net aan kon lopen of daar was, maar... Had jij de reportknop gezien of niet? Rick, je staat nog op mute. Dank je. Volgens mij ligt hij beneden, want ik kwam van boven. Ik kwam van O2 is het daar, geloof ik, toch? Ja. Ik heb de map niet voor me. Dus ik kwam van boven en ik heb echt niks gezien. En ook niet de knop. Ik heb er wel op gelet, dus hij ligt waarschijnlijk dan eronder. Dus de enige die daar vandaan kwam, dat ben jij. Nee, hij lag onder jou. Ik kwam vanaf beneden. Ik was net in Electrical met Matthijs, die heeft me ook gezien. Ik ben toen via Storage naar boven toe gelopen. En in dat gangetje, zeg maar, vanaf Shields tussen Navigation in, daar lag hij. En Rick, die kwam, die liep daar boven. Ik weet niet of je van boven kwam of dat je daar was, maar dat was het enige wat ik heb gezien. Voor de rest weet ik niks. Ja, Rood had gescand, dus die is sowieso safe. Oké. Okay. Ja, dat zag ik inderdaad. Maar Rob, waar was jij dan? Ik ben met een hele kluit naar Electrical meegelopen. Mhm. Oh, dat was toen die body gereport werd, zeg maar. We zijn met z'n allen daarin gelopen. Ik bleef toen met PA Call achter. Ik kwam Kreetjek tegen. En toen ben ik een upload gaan doen bij admin. Oké. En die upload moet ik nog een keer doen, want body. Oké. Fair enough. Oké, nou, skippen we voor deze keer dan. Ja. Ik denk ook niet dat Rick het was, maar ja, ik zou niet weten wie dan. Ik niet. ja. Ik ben gelopen. Hey, dankjewel Jaapie voor de donatie. Super lief. Alles is hier weer aan het knipperen hoor. Mijn hele kleurinstelling is er ook helemaal raar van geworden. Oh, mijn camera is vastgelopen. Momentje. Niet schrikken dat hij nu in één keer vastloopt. Ik ga het weer fixen. En hij doet het weer. Kan ik hier mooi mijn cooldown doen? En als ze vragen wat ik aan het doen was. Ah! Ja, kijk, als het goed is doet hij het weer. Oké, hij was even geflipt. Ik had net nog geen kill gemaakt. Ik dacht, het lijkt me net wel een goed idee om even gewoon die body te reporten. Want ik dacht dat Rick het wel zou zien namelijk. Oh, ik was trouwens download en upload aan het doen. Maar dat was wel heel kort. Dat moest 8 tellen, weet je nog? Oké, ik heb nog helemaal niemand gekilled. Ik zit hier alleen maar vriendjes te maken. Dat is echt natuurlijk totaal niet handig. Ik ga even wat doen. Ik ga even nadenken wat ik kan doen.
Volgens mij maakt ze Roos dood. Ah, nice. Oké. Okay. Mijn cooldown zit er weer bijna op. Ah, dankjewel voor de superchat. Marie Claire, super lief. Where? Roos, 4 electrical. Oké, okay, ik weet vrijwel zeker dat Rick safe is. Dank je. ik ook wel, want hij rende vanaf reactor terug naar cafeteria achter me aan. Ik rende naar boven en hij rende door als imposter zijn, dan had hij me daar gekild. Ja, en ik zag hem ook trash doen. Ook al is het uit, het zag er zo legit uit gewoon dat ik het wel moet geloven. Kijk, dank je. Ja, dat klopt inderdaad. Ik heb ook andere taken af. Zelfs zonder het te zien, is het legit. No, just cause. Ik heb een goed intuïtievermogen, als je dat zo noemt. Ja. Oké, het is sowieso gewoon. Alweer, we gaan niet dezelfde fout maken. Het is weer van je fouten. Dan moet je dit soort shit niet zeggen, Hugo. Waarom, als ik imposter zou zijn, waarom zou ik dan iedereen vrijstellen? Roos is safe, die is safe. Ik wil ook een imposter. Misschien nieuwe tactiek. Ja, je kan niet imposter. Ja, ik weet het niet. Ik heb niemand gezien. Ik was in reactor. En waar lag de body? Sorry, heb ik dat niet gehoord of hebben we dat niet gevraagd? Voor electrical. Ja, voor electrical, zei hij net, ja. Oh, oké, okay, sorry. Ja. Zullen we nog één keer skippen op 7? Ja. Ja, het is wel... Nu kan het nog. Killer. Maar, ja, doe een skippy. Skippy, maar, skippy. Kunnen we niet gewoon onze taken afmaken? Want ik ben helemaal klaar. Ik weet niet of je ik ben ook klaar. Ik moet nog één ding doen. Ik heb er nog 2. Nou, dan zou ik even opschieten als ik jou was. Als je me net zo langzaam als ik. Jezus, ja. En niet alles tegelijkertijd. Oh, Hugo. Oh, of course. Ja, met je Hugo zelf. Dank jullie wel voor alle superchats in de tussentijd. Ik kon even niets zeggen, want ik was even je weet wel, in overleg. Ik moet even heel veel nadenken. Ik ga zo meteen jullie echt alle aandacht geven. Ik moet heel veel nadenken, want ik sta er nog niet mega goed voor. En ik wil heel graag winnen. Maar thanks voor alle donaties, super lief. Rick vertrouwt me, zie je dat? Maar ik moet toch wel iemand doodmaken. Ik wil niemand doodmaken. Ik vind iedereen zo lief. Ja, ik kan Rick daar niet doodmaken, want de cams die staan aan. Oh, Rick die volgt me. Ah, dat is nice. Kom maar met me mee dan naar een rustig plekje. Ik ga hier downloaden en uploaden. Oeps. Oké. Het is creatchick ten eerste en nu ga ik uitleggen waarom. Ik loop weapons in, ik zie creatchick en Rick, ik loop weg. Ik dacht, laat ik even kijken over wat gebeurd is. En wat zie ik? Een dode Rick en een ventende creatchick. Dus I think it's pretty obvious. Weet je zeker dat je mij gezien hebt dan? Want ik was helemaal niet bij Rick. Ik vind het heel geloofwaardig. Ja, want het is ook gewoon letterlijk zo. Ik kan niet beter uitleggen dan wat er gebeurd is. Oh, dus creatchick, no. Do you have any defense? Oh no. Oh no, 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 no. Ja. What do you want me to say? Nee, you got me. Alweer. Ja, het spijt me. Ja. Je kwam zo lief naast me staan en ik dacht dat Hugo weg was. We wachten even knuffelen. Ja, je arme Hugo, ik kan niet weer tegen liegen. Dank jullie wel voor alle superchats, echt super lief. Oh, ik sta nog niet gemute. Ja, oké, zo, nog een keer. Dat ging wel lekker. Ja, ik kon echt niet nog meer doen. Dus Attica moet het nu in de eentje oplossen. Dank jullie wel voor alle superchats. Zijn er echt superveel binnengekomen. Vooral voor heel veel van Marie-Claire van Dijk. Wat lief, dankjewel. Oké, ik ga heel even kijken of ik Attica nog kan helpen. Want ik heb haar echt vreselijk in de steek gelaten. Sorry, Attica. Meltdown van de reactor. Eens even zien. Ja, ik zou voor Rick mijn excuses aanbieden. Sorry. Oh, Marie-Claire, pas op, hè. Straks raakt al je geld op. Maar dankjewel. Maar niet nog meer doneren, hoor.
Oké, okay, ik ga even op zoek, want ik ben Attica nu kwijtgeraakt. Hier is ze. Oeh. Ze heeft iemand gekild in de tussentijd. Hugo. Sowieso Attica. Oh, nee. Waarom denk jij dat? Omdat de body lag in cafeteria en jij kwam letterlijk van cafeteria erin. Dus je had dat sowieso kunnen reporten. En Matthijs was echt bij mij in de buurt, dus sowieso Attica. Ik kon ook van Matt binnengekomen zijn. Dat is niet waar. Ik denk niet dat we deze gaan winnen. Ja, sowieso Attica. Is dat een leugen daar? Nee, ik zweer het u. Nee, het is Attica. Echt waar. Maar was jij aan het vegen? Alsjeblieft, voor één keer. Nee, geloof ik was eerst op Kings en dan ben ik meegegaan met Hugo. En dan loop ik letterlijk naar cafeteria. Jij komt van cafeteria en ineens ligt Hugo daar dood. Maar jij zegt net dat je met hem was, maar hij zegt dat hij niet... Ja, ik was met hem. Ja, dus jawel, we waren samen in Reactor. Nee. We waren in Reactor met hem, met Matthijs. Stem en dan ben ik naar Kims gegaan. En dan heb ik mee naar Hugo en dan ben ik hem met mee afgeslagen. En dan ben ik naar cafeteria gegaan. En daar lag Hugo dood. En jij kwam... Stem. Oké, ik stem op jou. Nee! Helaas. Niet fout ben, ga ik lachen. Helaas. Nee, ik zag je op camps. Ik had echt gehoord dat de twee hem had gecampt. Nee! Oh, camp, nou goed gedaan hoor. Oh, we hebben gewonnen. Oh. Oh. Ja, dankjewel dat je Hugo hebt doodgemaakt, Attica. Oh. Hugo, jij vieze verklikker! Nee, ik moet hem killen, anders gaat hij mij... Nee, ik wil op die button. Ik had erop geklikt en precies op dat moment ga ik dood. Ja, ik wilde je killen voordat je erop klikte. Ja, dat was een game. Oh. Ja, dat was echt een beetje een domme actie dat jij me daar zag. Maar ja. Hè? Ik moest het zonder jou doen. Ja, het was echt moeilijk. Ja, ik kon ook echt niet meer erover liegen, want Hugo had me gezien. En er was ook echt verder niemand. En hij volgde ons al de hele tijd. Dus ja. Ja, dankjewel Hugo. Ja. No problem. No problem, my friend. Ja, ik vertrouw jou niet meer. Nee. Ik dacht ik blijf bij je in de buurt om je te verdedigen. Het spijt me, ik wil ook helemaal niet zo vaak imposter zijn. Ik wist het ook gewoon dat toen je zei, ik heb nog twee taken. Toen dacht ik, ja hoor, ik ben al klaar en jij nog niet. Jij vliegt er altijd doorheen. Oké, volgende keer zeg ik dus, ik ben klaar. Altijd voortaan jongens, ik ben klaar. Ja, of nog maar één. Maar als ik klaar ben en jij hebt er twee, dan is het niet goed. Na de eerste ronde, één iemand is dood. Dus van, ja jongens, ik ben al klaar. Oh, ja. Moet ik even extra taken aanzetten? Ik hoor het al. Het is wel echt heel weinig. Ja, oké. Okay, oh ja, trouwens. Yeah. Sorry, Dion. Wat willen jullie er nog meer dan 2-2-2? Meer dan 2-2? Wil je, ja, volgens mij... Ik had net 2-1-2. Dat is 2 common, 1 long, 2 short. Dus ik heb nu ook 2 long erin gezet. Ja, ik heb nog geen taken gedaan. Want ik ben alleen maar imposter vandaag. Dat komt ook niet vaak voor. Ja, zo goed? Ja. Matthijs is er weer uit. Gaat niet lekker met zijn game vandaag. Nee, zijn PC. Hij heeft zijn PC even opnieuw opgestart. Ah, slim. Oké, nou dan wacht je eventjes. Hij zit op zijn hele oude bagger Dell PC, dus... Maar daar, there you go. Arme Matthijs. Heb je niks beters voor hem? Je zou denken dat zo'n spel als dit dat ook gewoon zou moeten doen op zo'n laptopje, maar... Nope. Iedereen roept dat ik mijn kroontje op moet zetten. Ik heb laatst gezien hoe ze dit geprogrammeerd hebben, dus ik heb niet al te veel vertrouwen in. Dit spel is echt door 4 man gemaakt, hè? Nog steeds zijn ze maar met Maar 4 man, waarvan 3 designers en 1 programmeur. Ja, lekker aan cashen. Ja, en ze doen het nog steeds met z'n viertjes. Ja, ze wilden er begin dit jaar mee stoppen en toen werd het opeens vet populair. Ja, tuurlijk. Ja. Dat is altijd zo als je net ergens mee wil stoppen. Ja. Zelfs van, ja jongens, we trekken de servers eruit. No! Nee! Hey Rob, was jij net niet zo'n mooi liedje aan het zingen toen je even de audiotest aan het doen was? Oh. Ja, liedje wel. Oh, no. Ja, heb je dat nu ook in jou? Oh no! Ja. Dat is ook zo'n briljant geluidje overal voor. En we moeten eigenlijk even zo'n compilatie maken van alle imposter fails. Want die hebben we inmiddels ook best wel veel. En dan dat muziekje erbij. Best wel veel. Ik had er ook eentje de vorige keer met Bibi. Ook gewoon recht voor de neus. Ja, ik heb het altijd met Bibi recht voor de neus. Bibi is altijd op de plek waar je net niet wil dat ze is. Oh, ik heb je nu doodgemaakt, Bibi. Als we wisselen van map. Ja! Dan ben ik het heel vaak.
Mensen zeggen dat mijn audio nog steeds heel zacht staat. Dat valt wel mee, toch? Helemaal niet. Nee, toch? Ik heb je... Ik hoor nee, dat is heel goed. Oh, dan moet je dan moeten die mensen zelf hun geluid gewoon even wat harder zetten dan. Ja, of misschien is de output van je slaps niet goed. Dat ja, hij dat komt die, bij mij echt helemaal in het geel. Dus ik denk dat dat gewoon goed moet zijn. Oh, ja. Okay. Ja, toch? Lijkt ja. me prima. Heel in het geel. En is Matthijs zijn Dell al opgestart? Yo, is je Dell opgestart? Ik krijg een nonchalante knik. Ja. Yeah. Okay. Duidelijk. Ja. Ja, heel veel mensen roepen in mijn chat alweer, start, start, start! Wat een ongeduld! Als we... zijn al zo, echt hè, bij mij ook al. Ja, niet zo ongeduldig. We kunnen toch niet starten zonder dat diegene erbij is. Zijn computer die doet het slecht. Omdat Rob, hij zit bij Rob thuis te spelen, Matthijs. En Rob die geeft hem de slechtste computer die hij heeft in huis. En daar mag hij Among Us spelen. Nee, hij heeft zijn eigen laptop mee. Oh, hij heeft zijn eigen slechte laptop mee. Hij heeft zijn eigen slechte laptop mee, zeggen, hoor ik ga geen slechte elektronica geven aan mijn gasten. Oh, wat netjes van je. Hey Matthijs, welkom terug. Yeah. Wurkie, wurkie. Doet hij het? Wurkie, wurkie. Wurkie, wurkie. No. Nog steeds niet goed? Wurkie, wurkie. Kan ik hem starten? Tot het bazaar, yes. Wat dan worden, anders worden wat mensen gek. Start! Oké, okay, ik start hem dan. Succes, succes. Ik ben hier niet meer de impostor. Succes. Succes. Nee, oh gelukkig. Nou, kunnen we even rustig aan doen hoor. Wat een stress. Maar ja, je snapt wel dat niemand mij meer gelooft. Als je meteen al zo begint. Ik begin eventjes in de auto. Matthijs die stond er bovenin weapons te doen. Ik zal even checken. Zit dat nog steeds staat te doen? Ik heb namelijk zelf ook weapons. Nou, ga eerst even naar de reactor. Er is iemand niet gemute. Yes, gefixt. Nou, Hugo en Matthijs, heb ik het idee van dat die wel oké zijn. In ieder geval Matthijs, want Matthijs stond hier wel echt net weapons te doen, denk ik. We hebben trouwens visuals uitstaan, dus dat schieten, dat kunnen we bij de anderen niet zien. Dat maakt het even wat moeilijker, want anders dan... gaan we alleen maar dat soort taken zitten doen waar iedereen bij zit. Dan is het voor de imposter echt veel te moeilijk. Sowieso is de skeld voor de imposter al best wel lastig. Vind ik. Bibi gaat naar communications. Rob rende voorbij. Oké. Zullen we electrical proberen? Ik heb wat taak in. Doen we dat zo meteen. Oké. Okay. Oh ja. Yeah. Voordat jullie iets gaan vragen, ik ben het niet. Ik ga de game opnieuw downloaden. Wat? Oh, hij was in. Veebeest er vandoor. Ja, ik ben degene die dood is. Oh nee. Wacht, waar was het? Cole is dood, hij lag in electrical. Oh, doe hem snel. Electrical? Yes. Ik zag Matthijs net electrical ingaan. Mijn test hoef ik niet meer. Ik heb voor het laatst in Reactor Matthijs samen met Hugo gezien. Want ik deed daar samen met Hugo die Simon Says. Ja, ik weet niet waar die dan aan. Ik zag echt... ik ben via... Electrical killer! Ja, dat is wel... ik zag Matthijs echt twee seconden voordat hij stierf, zag ik hem electrical ingaan. Ik was namelijk in low engine. Ik was niet in electrical. Nou, degene dus die hem heeft gedood hebben? Was of in electrical of al in een vent. Hugo! En Hugo! En, maar daar was ik niet. Dat is wel jammer. Ik weet niet hoor, ik was... Nee, ik was zeg maar, de lichten waren nog aan, hè? Ja, oké, dat is waar. Maar hij zat gewoon in de vent al te wachten. Nee, dat was ik niet. Okay. Ik kan precies vertellen waar ik was. Ik was in O2 en ik ging van Reactor naar O2. En ik weet niet, volgens mij als je in post bent, kan je niet vliegen of teleporteren. Dus daarom kan ik die kill niet gemaakt hebben. Dat was het verhaal. Ik vond het een verwarrend verhaal. Oh ja, nou, zoals Hugo zou zeggen, mooi sprookje. Hugo, hoe ben jij naar O2 gelopen? Via boven of via onder vanuit Reactor? Via boven. Ja, dat kan niet, want ik ben ook via boven gelopen en ik heb jou niet gezien. Ah, daar zit jij te liegen. Roze de imposter, ik hoor het al, want ik ben via boven gelopen. Naar de Reactor, dat klopt, want ik heb hem zien lopen samen met Matthijs. Ik klink nu zo verzacht. Dus ik heb Hugo naar de Reactor via cafeteria, ging nu via boven met B langs. Ja. Oh, sorry. Ja, dan... Ja. Dus Roos, die stem ga je vangen er van mij. Nou, Roos heeft niet vaak fout.
Roos stelt wel van de details. Maar moeten we wel een keer stemmen? Ik skip hem nog eventjes, want ik heb geen idee. Leuk op, ik ga er alsnog uit. Ik ga dus. Ga ik er alsnog uit? Ja, ik voel. Ik hoorde dus net het stemgeluidje op Hugo's telefoon. Dus als hij had gekild, had ik hem gekild. Oh nee, wacht, dan sta je op mute, schapje. Just kidding. Goed verhaal. Oeh. Spannend. Wat gebeurde daar? Oké, niemand is eruit. Discordoverleg.nl. Op zich ben ik al best wel ver met mijn taak. Ik ga meteen door naar Electrical. Ik had het idee dat Hugo wel safe is. Nou, is het wel zijn manier om mensen te killen in Electrical? En dan zit hij vaak in de vent gewoon te wachten totdat je daar komt om je dood te maken. Het is wel dat we echt Matthijs net erin zagen gaan. Maar ik weet niet wie er nou in Electrical zat. Nou, Hugo heeft een beetje een zus op Roos nu, denk ik. En dat begrijp ik. Maar ik denk niet dat Roos het is. Want ik weet niet. Ik denk niet dat Roos het is. Maar wie het wel is, ik heb geen idee. Wie denken jullie dat het is? Oh, ik weet niet of dit het allerbeste idee ooit was dat ik met Roos meeloop. Oké, ik heb nog één wiring in security en dan heb ik ze allemaal gedaan. Dan ben ik klaar met mijn taken. Ik zie Bibi druk taken doen, dus ik heb niet het idee dat Bibi het is of ze doet het goed alsof. Maar ik doe deze taken en dan ga ik daarnaast even rustig kijken wie het kan zijn. Oh, nou zie, Roos was het niet. De body lag in... Niet Roos dus. Niet Roos dus. De body lag in cafeteria. Maar ik zag Kreeftje en Roos naar rechts lopen samen. Ja, maar ik heb haar weer achtergelaten daar. Jij was ook in cafeteria onder die. Maar waar is die body? Wacht, waar is die body? Ik heb Roos levend achtergelaten. En toen was ze nog in weapons. En toen ben ik via cafeteria gelopen naar security. Want daar heb ik mijn laatste taak net gedaan. Welke kant lag die? Ik zag inderdaad Dionne vanaf cafeteria richting Roos de kant op lopen. Nee, dat is niet waar. Jij liep samen met Roos weg. Maar dat was echt al het begin van het potje, hoor. En Roos ligt op rechts. En daar liep jullie naartoe. Ik ging naar jullie. Heb je er dan niet kunnen zien als je daar stond? Dus je stond... Nee, Roos leefde nog toen ik wegging. En ik heb alleen Dionne die kant op zien lopen. En Bibi heb ik die kant op. Nee, ik ging naar links. Toen ik er was, toen was Dionne er al. Oké, dus deze kill was sowieso, denk ik, Kreatjik onder die. Omdat ik naar de andere kant moet lopen. Ja, nee, ik ben het niet. Ik heb Roos levend achtergelaten. Het is Dionne. Oké, dus Bibi en Dionne gaan er allebei uit. Ik kwam later aanlopen dan Dionne. Hé, Hugo. Is goed, doe maar. Ja, sorry, wat? Wie stemmen we? Want één van die twee is denk ik sowieso de inpasser. Stem op Bibi, jongens. Ja, ik vind Bibi ik was later in cafeteria dat nee. Weet je wat, ik ga hem op Bibi. Ik kwam van rechts. Ik volg jou dan. Ik kwam van links naar rechts en daar liep Bibi al ver voor me. Nee, ik was later in cafeteria. Nou ja, zeg. Maar jullie hebben de polsen te pakken. Stop. Nee, niet. Nou, ja, het is dat ik... Sorry, mute. Het is dat ik volg Hugo. Hugo kent zijn zusje op zich best wel goed en hoort redelijk snel aan haar stemmen of ze liegt of niet. Ja, kijk, ik ben het niet. Dus het gaat dan tussen Dionne of tussen Bibi. Ik was hier mijn wiring aan het doen. En ik liet inderdaad Roos veilig achter en ik zag Onnedi die kant op gaan. En ik zag Bibi die kant op gaan. Maar ja, of we het goed hebben... Is Hugo safe? Hugo, ik doe niks. Wees niet zo bang. Ik doe je niks. Kijk, anders had ik je al lang doodgemaakt. Ik ben klaar, dus ik weet niet wat ik moet doen. Ik ga wel admin table doen dan. Want niemand wil mijn vriendje zijn. Niemand vertrouwt mij meer. Zit iemand heel in security? Volgens mij is dat nog steeds Rob. Zitten er nu 2 in security, 2 in shields, 1 in shields, 1 in navigation. Ha, 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 ha. Oh, nee! Ik had hem bijna door, want er ligt hier een body, let op. Ik heb Attica de kill zien maken op cams. Ja, hij lag ook in O2, dus ja, dat is Attica. Makes sense. Attica.
Oké. Dat was niet ik dan. Wat zag je mij? Oké, maar wacht. Dus... We zagen jou Camps de Kill maken samen. Attica. Wie zagen jullie dan? Wie zagen dat? Attica. Ja, maar wie van jullie zagen Attica? Wij waren allebei op Camps. Oké, dus of... Ja, oké. Dan is het sowieso Attica. Wie is nog niet klaar met zijn tasks trouwens? Ik wel. Ik ben al lang klaar zelfs. Ik ben al klaar. Maar Attica kan nooit zo snel van naar navigation zijn gefend en dan mij killen. Terwijl ik het zag, dus er is nog een imposter in. Dus Bibi was het niet. Dus ik denk inderdaad dat de Attica was met Dionne. Het is Dionne. Dionne moet uit. Ja. Oi! Ja, volgens mij is het Dionne. Het was sowieso niet Bibi. Het is Hugo in Attica. Oh. Hugo! Wat? Ik zat gewoon te chillen. Nee, je zit achter ons aan te rennen. Ja, maar waarom zo... Wat? Ik dacht gewoon, ik zit een beetje rustig te chillen. Lol. Oké, ja, het was niet eens de bedoeling. Ik zat gewoon... Waarom zou ik één van jullie willen killen als we met z'n drie zijn? Dat zou niet echt slim zijn. Het is of Hugo die nu super weird aan het zijn is, of het is Rick die zeg maar... Nou ja, ik denk eerlijk gezegd dat Rick het is, omdat wij zijn gewoon aan het chillen. Wij zijn waarschijnlijk klaar met onze tasks en hij zit gewoon te murderen, gewoon kijken wie die kan vermoorden. Oké, jouw manier van chillen is echt niet chill. Ik was zoveel bij Hugo pardon, excusez-moi. Het enige woord dat ik in Frans heb geleerd. Hey, jongens, luister. Ja. Wie ga ik killen als jullie de hele tijd met z'n drieën zijn? Ja, maar dat kon jij niet weten. Maar wat was je aan het doen? Je laatste taken? ik ben gewoon aan het rondlopen. Ik heb al mijn taken gedaan. Ik denk dat Smokey nog niet alles heeft gedaan. Oh. Maar wie heeft dan nog niet alles gedaan? Want ik zit niet voor niets daar misschien een beetje. Misschien een spookje. Ja, dat zijn ghosts. Ja, sowieso. Oh, ghosts zijn gewoon weer niks aan doen. Dead people do something. Want ja, weet je, als je me nu uit gaat stemmen, dan heb je sowieso verloren. Wat? Oké. Ik ga even checken wie er nog taak heeft. Het is of Hugo of Rick. Ja, wie gaan we stemmen? Ik weet niet. Ja. Ik denk eerder dat Onne die is hoor. Ja, maar kijk, dan is het Rick. Ik heb een goede theorie. Stem toch maar op Rick. Ik heb een goede theorie. Het moet Onne die zijn. Ja, daarom ga ik op Camps iemand beschuldigen. En een kill zien maken. Want ik heb het Cube heeft mij die kill ook. Die heeft het, ik ga toch niet op cam zitten en dan iemand gaan beschuldigen als impost. Ja, maar je moet waarschijnlijk wel dood kunnen maken. Ik had inderdaad hem ook daar dood kunnen maken. Dus hij kan zo voor mij vrouwtje. We hebben vet lang samen. Maar die kill heb nu spijtig gewoon gestemd. Dat was Bibi, Crea Check of Onnedi. En Matika was er sowieso één. Dus dan is Onnedi en ik hebben echt vet lang met z'n tweeën op. Ik had hem al lang kunnen killen. En ik ga echt niet met anderen. Ja, ik skip gewoon, want als de ghost test... Maar het lijkt inderdaad net alsof Rick het is, want hij zegt ook niks. Ik zou toch adviseren om op Rick te gaan. Ja, ik skip hem gewoon. Kut. Hoe kan je nou skippen? Nee! Hugo is er toch uit! Yay! Ah, dit is... Ach, nou, succes. Ren voor je leven. Nee! Als het goed is, dus hebben we gewonnen. Is zie. Yay! Oh, toch wel. Je was ook wel kinder zus hoor, Rick. Ja, klopt. Ja, ga je mij een beetje lopen te. Ik dacht oprecht dat jij het was ook. Nope, ik was het niet. Maar ja, Bibi, was je niet? Ik had echt niet verwacht dat het Hugo was. Ik was niet ik ook niet. Alsof ik gewoon totaal innocent was. Ja, ik wilde zo graag dat je mijn vriendje was, maar je liep heel goed weg. Ik denk, oké. Ik zat op admin table en ik zag op admin table 2 in shields en in één keer zag ik 1 in shields. In één keer zag ik die 1 in shields in navigation zitten. Ik denk, hey! Dus ik wilde daar boven rennen om je te zien. Maar toen killde Attica me, gewoon bij admin. Oh, nee. Dus ze heeft je wel gered. Anders had ik je gevonden. Oh my god. Hey, maar... Spannend. Wie had nou die taak niet gedaan? Ja, ik had al mijn taken af. Ik vond het wel een taak al. Ja, ik had gewoon iets over het hoofd gezien, denk ik. Wow. Dat denk ik. Hé, maar Hugo, wij stonden beide in Electrical en wij konden een dubbelkill maken, maar hij liep weg. Ja, ik weet niet. Ik ben niet zo'n speler. Hugo is die lone wolf, weet je. Zoals hij het echte leven ook is. Oh. Over lone wolves gesproken, als je een lone wolf bent, daar wil ik echt een imposter van hebben. Op een muur. Een imposter. Wel gewoon een mooie imposter op een muur. Ja, van Hugo. We willen allemaal een imposter van Hugo aan de muur. Woehoe. En dan kunnen we het versieren met die merch.
Ja! Goed plan. Ja, ik zie helemaal verkoopmodel. Antika en ik doen aan zich gewoon zwemmen trouwens. Wat dan? Gewoon zwemmen? Oh, ik doe mee. Fancy. Oh, ik doe precies tegenstelde richting met Matthijs. Wow. Voor al je synchroon zwemgear en voor je imposters ga je naar discordoverlay.nl. Deze stream wordt gesponsord door discordoverlay.nl. Goede website, hè? Oh. Oké, ik start hem weer, ja? Yes, let's go. Yes, success. Good luck! Succes! Geen imposter. Oké. Pew! Even een beetje rustig zijn, joh. Anders dan is het echt een hele drukke avond. Ik ga beginnen met mijn swipecard. Samen met Roos. Oh, en Bibi. Oh, gelukkig. Er komen er een heleboel aan. Ik hoef niet in electrical te wezen. Zien jullie dat? Je haar staat echt leuk. Wordt heel vaak gezegd. Dankjewel. Ik heb net mijn pony een beetje bijgeknipt, want ik zag niks meer. Ik kan nu weer wat zien. Misschien gingen daarom de vorige potjes niet zo heel goed. Ik kon het gewoon niet zien. Maar ik kan het nu weer zien, dus nu gaat het goed. Nee, niet Rick, maak me niet dood. Nee, ik was er al bang voor. Ik haat deze taak zo. Oh, ze vinden mij ook niet. De body lag in electrical. Hallo, ik ben ook dood. Oké, okay, ja, ik ben alleen maar rechts geweest. Hugo? Ook. Hugo? Hugo? Ik heb een bloemetje op mijn hoofd, minder om ons te gaan. Je kan allerlei objecten op je hoofd doen. Ja, maar dat verandert niks. Ja, oké, okay, maar weet je waar ik was? Ik was in cafeteria en ik zag Bibi daar ook. Ja, klopt. Oh ja, ik heb jou wel gezien, ja. Ik ben niet eens het hele potje niet in electrical geweest, gewoon het hele potje niet. Nee, dat klopt, ik heb je wel gezien inderdaad in cafeteria. Ja, en ik kwam via onder, dus niet via medbay. Dus dat betekent dat ik niet gefand kan hebben. Natuurlijk heb je hem gezien, het niet te missen met die bloem op zijn kop. Dat dacht ik. Ik zag Onnie die wel in storage, maar ik denk eerlijk gezegd niet dat zij het is. Nee, Onnie die kwam via shield, want ik was in het begin met we kunnen nog skippen. Ja, we kunnen nog skippen. Ja, zijn er nog niet zoveel dood. Ja. Sowieso Onnie die of zullen we skippen dan? Bibi en van hun faked een task. Ja, Dionne zit in de buurt. Somebody hits me. Ik vind je trui echt cute. Thank you. Wat een hoop complimentjes krijg ik van jullie vandaag. Dankjewel, wat lief. Je video's zijn leuk. Yay! Daar ben ik blij om. Oké, ik ga heel snel al mijn taken doen, want ik ben natuurlijk hartstikke dood. Die reactor, die start reactor, die staat nog steeds op geel. Dus gaat hij dan gewoon verder? Dat zou echt super nice zijn. Nice. Dat scheelt een hoop tijd. Niet dat ik nog dood kan gaan. Maar, dat maakt niet uit. En ik ben nog zo blij. Yay! Ik heb geen taak in electrical. Ik ga een keer niet dood in electrical. Nee hoor. Ik kan mijn man mij doodmaken. Zo sad. Maar hij had nog wel wat te goed. Wel leuk dat hij weer met Bibi imposter is. Oké, ik zag Onnie die samen met Rick, geloof ik, in electrical staan. En toen was Onnie die dood en zag ik iemand door het luikje gaan. Maar volgens mij was het Rick. Dat lijkt me vrij sterk. Ja, ik dacht dat groen met Onnie die was. Dus, en die is nu dood. Dus ik zeg Rick, maar ik weet niet zeker. Nou, dat was ik niet hoor. Ik was bij de reactor. Ik hoor meteen dat hij liegt. Dat is echt de slapste defense die ik ooit heb. Ik ga het niet stemmen. Sorry. Ik weet het niet. Het is jij. Nee, ik was het niet. Oh, ja, ik zeg nee, ik was het niet, want ik was bij een reactor. Ik ben helemaal niet bij een reactor. Ik denk dat het Rick is. Oké, het is. Gaan we op Rick? Gaan we op Rick? Ja. Dat klinkt heel vies, maar ja. dat valt best wel mee hoor. Oh. I don't. Hoe lang kan ik jullie nog tegenhouden? Het ligt eraan hoe lang. Je kan alleen je eigen stem nog invoeren. Nog 70 seconden, toch? Oké. We kunnen het wel even een leuke. Of een leuk onderwerp. Hey, somebody hates me. Ik was het niet trouwens. The hate. Ik ook niet. The hate. No. Oké, Rick is eruit. Oh, arme Rick. Ja, Rick kilde mij ook. Dat was mijn straf, denk ik.
Oké, ik ga verder met mijn asteroids. Nou, alleen Bibi nog. Oh, jammer voor ik dat het hem niet was gelukt. Dat ze hem zijn gepenten. Dat is jammer. Iemand vraagt hoe lang wij al bezig zijn. Ik weet het niet. Kan je dat niet gewoon zien in de stream zelf? Hoe lang we aan het streamen zijn? Ik kan het hier zo snel niet zien. Ik gok iets minder dan een uurtje. Oké, okay, okay. Even Matthesus, dus niet luisteren naar mijn mond, maar... Bibi heel sus. Ik denk dat het Febe is. PG Cole is het sowieso niet. Attica is het sowieso ook niet, dus het is Bibi of Febe. Dus beter stemmen ze allebei van. Ja, nee, kijk, ik denk Bibi, want Bibi, omdat de lichting... Kijk, ik was... Wacht even, waar was ik? Ik moet even die map hebben. Oké, ik was bij O2 en Bibi stond zo bij het deurtje en ineens ging de lichten 55 uit. 55 minuten, oké. En jij rende toen naar mij toe, maar toen werd er net een body gereport. Dus dat vond ik wel... Ja, maar ik wilde dus die taak gaan doen, die daar was. Ja, maar waarom heb je dan echt zo bijna een minuut bij die deur staan? Ja, oké, laten we eerst op Bibi stemmen. We eerst Bibi stemmen en dan op Febe, want Attica en PG Cold zijn bijna... Ja, maar hebben jullie nog een reden waarom ik het zou zijn? Behalve dat ik kansjes... En thee kreeg van mijn moeder en daarom ik even stilstond. Nee, maar je kan gewoon simpelweg het uitsluiten. Er zijn nog maar twee mensen die het zouden kunnen zijn, dus dan is het heel simpel. Eerst op de ene en dan op de ander. Nou, ik omdat de andere drie sowieso safe zijn. Oké, meid. Thanks, man. Toen was het helemaal stil. Doei, meid. Nou, we hebben hem gewonnen, hoor. Het was even een spannende uitslag, maar Bibi is eruit. Ja! Dat ging niet zo best in, lol. Sorry. Nooit in de T-talk trappen. Dat is hetzelfde als mijn M&M-talk. Maar ik kreeg oprecht wel thee. Oh, wat lekker. Wat oh, jongens. Hugo heeft echt de leukste dingen gezegd, dit potje. Echt. Jongens, luister niet, ik eet Maltesers, dus luister niet naar mijn mond. Ja. Oké, we luisteren nu naar, je oog. Nee, naar de stembanden. Oh, oké. We luisteren dan door je mond heen naar je stembanden toe. Of de mooie classic, jongens, er kunnen nog maar twee mensen imposters zijn. Dat is wel, ja. Big brain time. Hey, maar wel lekker. Jullie hebben dus Maltesers en thee. Ik kom maar aan. Goed. Is goed. Ik ga echt nooit meer killen in Electrical. Dat is gewoon niet mijn ding. Ik zag je snel, hè? Dat is nu gewoon zo'n ding. Ja, natuurlijk zag je me wel. Nou, je had mij wel goed gekild, hoor. En ik dacht, ik begin meteen met dat stomme Simon Says ding. Die Start Reactor. Yeah. Maar helaas, ik zag Rick aankomen lopen. Toen zat ik al, nee. Hartstikke dood. Ah, weet je wat het grappigste is? Ik was zeg maar, toen we net begonnen, was ik bezig met die domeinnaam te registreren. Welke? Discord Overlay? .nl, ja. Lekker. Dus dat was ik aan het doen. En toen keek ik op mijn beeld. Toen zag ik, oh, je bent imposter. Oh, handig. Maar discordoverlay.nl komt eraan. Ja, nice. Ja. We gaan er sowieso mee doen. Ja, we gaan er leuke dingen mee doen. Oh mijn god, dat vind ik wel leuk. Dan gaan mensen in mijn chat ook helemaal stuk om... Er kunnen nog maar twee mensen imposter zijn. Ja, een mooie opmerkingen van de dag, hoor. Ik ben het zeker weer als enige niet geweest samen met iemand anders. Nee. Maar dat gaat nu gebeuren. Let maar op. Ik ga hem starten. Oh. Let's go. Je wordt imposter. Als ik het samen met je ben, alvast het spijt me. Oké, nou, ik ben het in ieder geval niet. Waar zijn Jamila en Kitta? Ja, die doen vanavond een keertje niet mee. Die hadden eventjes wat andere dingen te doen. Sommige mensen kunnen niet altijd spelletjes spelen. Wij hebben nu toevallig even vakantie, maar... Dan nog kunnen wij eigenlijk heel vaak spelletjes spelen 's avonds. Maar Jamila woont bijvoorbeeld in Amerika, dus daar is het nu niet in de avond. Dus dat is soms een beetje onhandig. Febe, jou vertrouw ik niet. Oké, ze doet me niks. Komt er iemand kijken naar hoe ik weapons sta te doen? Tuurlijk niet. Kreetje, ik zal een keer niet zus zijn. Ah! Hey, Roos is eruit gegaan. Oh, Roos is ook dood. Weer in Electrical. Ze is ook uit de game, of niet? Want ik kreeg eerst een melding, Roos left the game. En toen dacht ik, oh, daarom, ze is dood. Ja, dat dacht ik ook.
Waar was het gebeurd, zei je? In Electrical. Hugo. Dan was ik het niet. Hugo, dan was ik het niet. Dat weet je dat ik het niet was. I'm just looking at Maltesers. Oh, nog steeds wel Maltesers. Ja, het is Hugo. Ik wil maar echt denken aan Hugo, omdat hij wel, is wel zo iemand die dan killt en dan door de vent heen gaat in Electrical. Dat is waar. De Maltesers. Dat is gewoon een admin. Heeft hij toevallig wat Maltesers gedropt daar in Electrical? Trouwens. Ja, ik wil een admin. Hugo kan deze kill niet gemaakt hebben, denk ik, want hij was een admin. Hé, Attica. Ja? Lagen er Maltesers rond Roos? Ja, wel. Ja, dan weet ik wie het is hoor. Oh, en ik zal nog twee liggen. Ja, oh, Bibi ja. En Hugo, oké. Okay. Nee, maar je hebt dus niet gezien wie er ging venten? Nee, zeg maar, die deur was dicht en toen ik er doorheen ging, zag ik Roos daar liggen, maar ik heb niemand gezien. Was er iemand in de buurt van MapBay of van Security iets gezien? Ik ben alleen in admin geweest. Nee. Oké. Okay. Nou, ik ben gedisconnect. Ik ook. Dus ja. Oké, okay, ja. Start er maar even opnieuw. Tot zo. Okay. Ik hoor lekker die... Ja. Ik heb ook nu zin in Maltesers, maar we hebben het niet. Ik ga zo meteen even wat lekkers halen. Je moet niet naar zijn mond luisteren. Oh ja, dat was ook zo. Sorry. Ik heb MapBay scan. Gaat er iemand toevallig naar MapBay? Wil er iemand mij toevallig zien scannen? Nou, ik ga hem gewoon doen, want mensen gaan toch nooit met me mee. Kaaszaadjes. Ja, voor de mensen die niet weten waar dat over gaat, dan moet je onze vorige streams even terugkijken waarin we Raft gingen spelen. Oké, Matthijs heeft me zien scannen, dus ik hoop dat Matthijs gaat zeggen dat ik dan safe ben. Dat zou fijn zijn. Ik moet die hele lange download en upload weer doen. Daar heb ik echt geen zin in. Hugo liep een beetje twijfelachtig weg. Staat Dionne hier? Hugo komt weer terug. Dat is een beetje sus. Hugo was daar namelijk al. Oké, ik heb een cafeteria met download. Ga ik het doen? Ik ga hartstikke dood waarschijnlijk, maar ik ga... Oh, dan moet ik op het knopje drukken. Ja, oké, okay, hij gaat beginnen. Oh, sta ik hier nog langer dan dat, ik hier moet zitten. Ja, af en toe heb ik echt moeite met mijn woorden hoor. Soms ben ik zo geconcentreerd aan het spelen dat ik geen idee meer heb wat ik allemaal zit te vertellen. Dus als ik onzin zit uit te kramen, het spijt me. Doe mijn best. Ik ga mijn upload doen. Ik leef nog steeds! Niet al even afkloppen. Maar ik leef nog steeds. Yes. Gaat goed. So far, so good. Gaan de wiring fixen. Is Febe nou safe? We gaan het erop gokken. Dan hebben we vanzelf door. Dus als ze me nu weer niet killt, dan is het niet. Nou, volgens mij wil Febe... Doe maar mee. Waarom ging Dionne hem niet fixen? Dionne en Hugo. Oké, okay, als Febe dood is, jongens, dan was het Dionne, oké? Okay? Hé, hey, Febe is helemaal weg. Oh, hier is Febe. Febe! Wie staat er eigenlijk altijd op camps? Zij heeft precies dezelfde wiring-taken als ik, want we lopen de hele tijd bij elkaar. Ik heb hem ook gedaan. Ik heb er nog eentje in security. Dus ik ga... Hé... Hey. Waarom gaan de deuren hier dicht? Ja. In MapBay lag Matthijs. Ik stond daar met Febe. Oh, en Hugo ook. En want de deur ging daar namelijk dicht. En toen stonden Febe en ik meteen met z'n tweetjes voor de deur. En toen gingen we erin. En toen zagen we Matthijs dood liggen daar. Ik bedacht me later, toen ik op die report-knop drukte, dat we misschien ook nog even naar beneden hadden kunnen lopen om te kijken of we nog iemand hadden gezien. Maar oh ja. Ik denk dat hij al gepend was. Was er toevallig iemand in security of electrical? Of... Ik zag wel de camera zien op cams. Ja, ik zag Dionne en Taak doen. Ja, ik kwam wel van onder. Maar wie stond er op cams? Jullie zijn de enige die daar dus stonden met z'n tweeën. Ja, Febe en ik. Ja. Maar Febe is al safe, denk ik. Want ze heeft mij echt al zo vaak kunnen killen. En dat heeft ze niet gedaan. Oké. Okay. Of jullie zijn erbij. Ja, dat denk ik dus juist van Onedi en van Attica. Want?
Ik weet, nee, ik heb echt geen flauw idee. Dat jullie elkaar zo snel foutje met je games. Nee, want ik fout haar helemaal niet. Ik zeg juist dat ze het wel zo kunnen zijn. Ik, oh, dan heb ik het niet goed gehoord, sorry. En ik zag Creative World met Febe. Ja. Ja, ja. Maar... Ja. Maar dus ik kon niet zijn het tijd. Ik stond op camps de hele tijd. Oh, was jij degene die op camp stond? Ja, ja, en dan zag je mij en Febe zo samen dansen bij Navigation zo voor ja, camps. Ja, en toen zag ik jullie voor die deur inderdaad. Ja, ja, ja. Heb je iemand anders daar naar binnen zien gaan? Okay, dus, ja, dan weet Attica dat wij het niet zijn geweest, want toen wij met B inliepen nadat die deur open ging, lag de body er meteen. Maar dan heeft Attica degene die het gedaan heeft toch moeten zien? Nee, want de deuren waren dicht. Eerlijk gezegd denk ik. Want het was in met... Ja, ik weet het niet eigenlijk. Rob. Ja, ik vind Dionne wel zus. Yo. Waar was jij? Ja, ik vind Dionne en Rob wel. Ja, ik ben echt zus. Altijd zus, maar jongens, ik ben het nooit. Kijk, ik daarom ben ik zo tering zagrijnig. Oh. Ik stuur alle positive vibes. Je kan... Okay, oh, we hebben nog 7 seconden. We moeten stemmen. Stem ja, alsjeblieft niet uit. Something. Je mag al bij stemmen hoor. Dionne. Oh. Ben ik weer eens vergeten te stemmen? Volgende keer mag je eruit stemmen. Oh nee, ik ben er al uit. Je bent er al uit. Maar dus, ja, ik was het weer niet, jongens. Oh. Oké, okay, nou, Attica is het dan denk ik niet, want die stond op camps te kijken. En de camps stonden inderdaad aan, dus dat klopt. Febe is het sowieso niet, want Febe is gewoon hartstikke safe. Er is nu een hele lange cooldown, dus ik kan rustig even dit doen. Dus ik verdenk Rob misschien, en Rick is heel stil. Maar nou is Rick wel vaker stil met het spel, dus op zich zegt dat ook niet zo heel veel. Met wie staan we hier nu? En wie is er nu niet? Hoi! Ik zag het! Ik zag het! Ah, ik had het wel goed! Ik dacht al dat Rick en Rob het was met elkaar. Ja, en ik zag Rick en ik denk, oh ja, oh ja! En toen nog één. Oh. Volgens mij zit ik gewoon in een bug, dat ik het nooit mag zijn. Dat heb ik ook echt 2 keer achter elkaar gehad. 2 hele avonden was ik maar 1 keer in Boston. Dit is mijn derde avond echt, al. Echt heel sneu is dat, hè? Maar nu komt het goed. Nee, ik voel het. Zijn er een soort punten daarvan of zo? Ja, dat was... Je hebt net als panda punten, maar dat je een soort van... punten heb dat je zegt, ja. Ik ben al zo lang niet imposter geweest. Ik kan ook nog maar een kwartiertje hier zijn, want dan is mijn neefje er en dan gaan we Phasmo spelen. Ah, leuk. Nou, dan moet je dit potje wel worden. Ja, dat moet het dit potje zijn, moet lukken. Anders is het gewoon... Ik stem sowieso op je, of je het nou bent of niet. Is heb je toch het gevoel dat je het bent. Dat gebeurt toch de hele tijd. Het is echt perfecte tijd. En ben er één Roos. Roos is er nog niet in. Ja, ik heb best even ook een kwartier geïnstalleerd. Ik heb het opnieuw gedownload, want het liep helemaal vast. Maar als het goed is, doet hij het nu weer. Oh. Denk ik. Hoop ik. Ja. Ja, jee. Hoe kunnen computerprogramma's vastlopen? Als ze zo lopen? Nee, op mijn telefoon. Oké, Dionne. Ik ga heel hard voor je hopen. Ik zet hem aan. Gaat hij goed nu, Roos? Ja. Ja. Jee. Goed gedaan. Goed opgelost. Joepie. Oh. Dionne is zus. Nou, succes. Oké, nou ja, ik ben het in ieder geval weer niet. Ik hoop voor Dionne dat ze het is, dat zou leuk zijn. Het is inderdaad heel irritant als je echt al... Ik zal zo meteen netjes al mijn blacklist woorden weer even uitzetten. Oh, Matthijs is eruit. Je bent niet gemute. Nee, je staat niet gemute. Oh. Dank je. Maar thanks voor de blacklist woorden, dat was echt super interessant. Ja, gelukkig zei ik niks anders interessant. Inderdaad. Oké, Rick was even zichzelf vergeten te muten. Bibi komt dan helemaal rechts beneden lopen. Altijd als die reactor afgaat, dan gaat er aan de andere kant iemand dood. Snap het ook wel. En weer al in electrical. Snel. Weer in electrical. En Matthijs is ook al dood. Nee, dat was eerste. Dionne! Ja, ik ben het. Het is sowieso Dionne. Nee joh, ik heb mijn hele chat weer vol gevloekt. Ik ben het niet. Oh. Oh. Ik vind het toch wel tof dat je elke keer weer meedoet. Elke keer denk ik, nou, dit is de laatste keer. Die komt niet meer terug. Maar, ja, het is bijna gokken, weet je wel. Zo van, het ligt nu zo'n dikke lading bovenop. Van, ik wil het zo graag zijn. Oh, dan gaat de camera ook weer uit.
Alles gaat mis. Ja, dat heb zo ik van... ook altijd. En dan word je het juist niet. En als je het dan wordt, dan ben ik zo in de stress en in de panieken van dat ik het zo lang niet ben geweest dat ik het verpruts. Ja, inderdaad. Het is te veel lading zit er dan op, inderdaad. Ik snap het helemaal. Okay. Maar jongens, even centraal. Ja, oh sorry. Wie heeft hem gekild? Ja. Kom op, zeg het. Ik. Ja, als we dat nog eens wisten. Oké, okay, Rob en Hugo. Ja, mijn naam. Ja, waarom, wanneer? Nee joh, weet nee, maar ik serieus, ik was eerst in Reactor, samen met Febe volgens mij. Dus wij zijn sowieso niet. Ja, en de body als lag in Electric Pool. Weet iemand ook waar Matthijs lag? Lag hij erbij of niet? Nee. Nee, alleen oh, sorry Matthijs, niemand gaat je vinden dan dus. Heb je verder... Ze zegt wel sorry. Ja, nou, gewoon als lieve crewmate zijnde. Maar met andere woorden, we hebben niks om het op te baseren, zeg maar. Volgens mij niet. Pretty much. Skip. Nou, lekker. Okay. Skip dan. Skip maar. Skip. Ja. Sad skip. Sad skip. Iemand ik zal nu netjes een nummertje van een hey, stem op Dionne. Ik ga wel stuk hoor. Dat is gewoon de hoop dat je het wordt. I've got you covered, Dionne. I've got you covered. Misschien word ik het nu toch per ongeluk. Ineens, gewoon midden in ja, het daarom, potje. Daarom. En dat zou het zijn, hè, als het nu gewoon wel zou zijn. En dat het gewoon inderdaad een hele mooie indekking was. Ik heb heel veel taken in Electrical, zie ik nu pas. Bibi ging daar naar boven. Als Febe dood is, is het Bibi. Wat heb ik een hoop trash vandaag. Ah, Febe leeft nog. Oh nee! Febe! Nee! Oh nee. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, 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 okay. No, no. Nou, dit was een test report, denk ik. Maar want ik heb... wat? Het was bij storage. Helaas. Storage. Storage. Ik heb Bibi daar wel gezien. Weer Febe. Ja, maar dat was omdat die touwtjes taak deed, weet je wel? Ja, die deed ik daar ook. Ik heb alleen daar helemaal bovenin gezien. Ben ik geweest. Verder... Touwtjes? En... ja, die... de wires. Ja, dankjewel. Thanks. Ja, die ja, dus ik ben eigenlijk alleen maar bovenin storage geweest. En daarna ging ik... ja, weg. Echt een goed verhaal dit. Echt ja. Ja. Maar die slag onderaan in storage, dus ik denk sowieso niet dat Bibi in die korte tijd, want dat denk ik niet dat dat zo snel okay. Ging. Oké, waarom spring jij zo nu opeens in die intent defense? Heeft iemand haar daar... Gewoon omdat ik denk dat Bibi het niet is. En Rick heb ik ook nog gezien in storage. Dat denk ik ook. Heb je het haar echt niet zien doen? Want ze kan wel zeggen dat ze alleen maar boven is echt geweest. Echt nee, volgens mij echt nee. Oké, okay. Ik vind Febe misschien ik vind Febe ook wel een beetje sus. Want weet je hoe het zeg maar ging? Ik was druk aan het kletsen en ik was aan het rondlopen. En normaal gesproken wat er dan gebeurt is dat er een body is waar ik overheen loop. En ik zag Febe naar me toe komen, naar me toe lopen, teruglopen en toen ineens had ze gereport. Dus ja, Ik kwam van boven verdacht. Storage. Ik kwam van boven storage, dus ik heb nooit... Maris kunnen zien liggen. En dan ben ik teruggegaan met jou, omdat ik dacht, oké, dan ben ik safe als er iemand bij is. En dan zag ik Maris onderaan in storage. Want vandaar dat ik ook zeg dat Bibi safe is, want Bibi was bovenaan storage. Oké, dus Febe en Bibi, die foutje voor elkaar. Laten we eerst even stemmen dan. Ik niet voor Febe, want ik heb Febe nog nergens gezien, dus ik kan daar was jij. Niet... Ik vond daar zo, maar fijn dat je dat niet zag. Bibi was ook al helemaal in navigation. Ik heb het wel gezien, maar ik stond daar eerst al. Oh, stem op Febe. You know? Oké, ik stem op Febe. Ja! Ik stem Febe. Ja! Ik ook. Oh shit, ik heb op de verkeerde gestemd. Nee! Oh, well done. Oh, maar dat maakt niet uit. Yay! Sorry, Dionne, ik kon niet op jou stemmen deze keer. Maar ja, nu moeten we nog even ontdekken wie de andere imposter is. Ik weet het niet. Nou, fout is dus wel voor Bibi. Over het algemeen gaan imposters niet zo super snel voor elkaar foutje, want dan val je al zo snel door de mand. Dus wie het zou kunnen zijn, weet ik niet. Ik ga even snel mijn taak afmaken en dan gaan we even proberen te Sherlocken. Oeh. Ja, arm ik. Arme jij. Oké, ik ga even mijn taken fixen hoor.
Even niet kletsen, Febe. Ik heb werk te doen. Moet mijn spaceship redden van ondergang. Nee. Ja, ik heb hem. Deze nog. Ik vind het wel lekker dat je als spookje altijd gewoon lekker zo overal gewoon doorheen kan gaan. Dan gaat het altijd zo ontzettend veel sneller. Woehoe. Het is de laatste alweer. De lights zijn uit. Hey. Kom hier nou iemand uit de vent? Of keek ik niet goed? Dat zal wel niet, want dan had Rick toch echt al gezien. Rick is het niet, denk ik. Want anders dan begint hij in het begin niet zo chill. met zijn stream te kletsen. Ik zoals gewoonlijk weer als eerste dood. Oh, arme Roos. Maar ik had echt goede storybeam. Ik kon me niet kleren. Ik snap niet dat ik zo sussleek dan. Heb ik ook altijd. Wie is de andere imposter? We gaan het wel vragen aan Febe. Ja, jij denkt Bibi. Ja, ik weet niet. Misschien stond het er net al hoor. Nee hè? Wel dat ik het te leuk... Hugo! Ja, Hugo. Vandaar dat de lichten uit waren. Hugo zit waarschijnlijk hier ergens in een vent. Ah, hier rent Hugo. Hey Hugo, how you doing? Hey, waar gaat dat ook alweer naartoe? Shit, ik weet niet waar die vent heen gaat. Kan ik nou gewoon niet weten waar die vent naartoe gaat? Waar gaat die heen? Oh, hallo. Naar Edmund geloof ik, hè? But he killed me, said Pink. Arm erop. Oké, even snel. Waar is Hugo? Daar is Hugo. Hugo. Heb je nou jezelf opgesloten hier, Hugo? Why? Op Kems! Oeh. Kems stond aan. Ik was er weer 20 keer voor bijgelopen hoor. Het is self-report, want ik zag Hugo Dionne killen op Kems. Ah, wat? Wat heb je doen? Ik was met Bibi in de app. Nee, het is Hugo, niet Rick. Hugo. Dank je. Ja, Bibi, kan je even mijn back hebben uit B? Ik was letterlijk met jou een admin. Ja, maar het kan ook. Ja, ik was met Bibi in de admin. Ja, Hugo was wel. Ja, ik was gewoon met Bibi in de admin. Ja. Atika heeft ook gezien dat ik 7, want ik heb een map screen gedaan. Ja, en Bibi is 2, want Bibi deed je tegelijkertijd met mij card swipe. En ik zag je letterlijk die 100 killen op cams, dus ik denk maar, dat je erop hebt gekomen. Je weet dat ik de kleur zwart ben, denk... hè? Ja. Sure. Ik denk dat het Atika of Rick is. Ik denk dat Atika wilde poelen, alleen dat ze niet zag wie ik naast je vond. Ik heb al mijn task af, dus ik stond op camera, bij de camera en toen zag ik jou met Dionne in admin, geloof ik. En Dionne, jij killde haar, ik zag het. Omdat ik weet dat jij het bent. Ik zag jou letterlijk killen. Ja, maar wat? Ja, sure. Ja, wat? Hij komt er goed mee weg. Jeetje, Hugo, leer mij dat. Ik kan dat niet. Ik kan niet zo goed liegen. Maar Hugo komt er goed mee weg. Hij jongens, ik moet inderdaad... er vandoor. Oké, doei. Was gezellig. Succes. Doei. Ja, doei. Bye. Mijn taken zijn af trouwens. Heel goed. Yay! Wacht, wie waren het nou dan? Ja, Hugo! Ja! Yes. Ja, het gewoon gelijk. Waarom geloofde niemand Attica? Wat zeg je? Waarom geloofde niemand jou? Oh, ik had dat Hugo de hele tijd bij mij was. Ja, maar hij killde echt gewoon... Ik zag gewoon die cams ook aanstaan. Ja, ik let er niet op. Ik let er echt. Ja, ik ook niet. Jamila, Jamila wil zo meedoen. Oh, nou. Met de potjes. Ze zegt, ik moet nog heel eventjes iets afmaken. Dus als jullie nog heel veel willen wachten, of even een potje doen zonder mij, dan kom ik er daarna bij. Oké. Gezellig. Oh, maar ga je dan weg? Want jij bent de host, toch? Nee, ik ga niet weg. Ik kom erbij. Oh, daar kunnen we ook niet starten, toch? Dus we wachten wel. Ja. We kunnen ook een potje even met z'n negenen doen. En dan starten we daarna een potje met z'n tien als Jamila erbij is. Maar er mist één iemand. Ah. Matthijs. Ja. Matthijs. Ja, ik heb computer, weet je, ik ga niet dood door Hugo. Nee, Febe had mij doodgemaakt. Wie waren het nou dan? Febe deed. Ja, en Febe deed inderdaad de self-report.
Wel netjes ook. Ja, Rick, je had het helemaal goed. Ik zat ook echt te juichen voor je en te klappen. Yay, dank ik was heel blij. Ik stond in Electrics en ik vente, zeg maar, in Electrics. En ik wilde haar killen en ik dacht van, oh shit, ze heeft me gezien. En ze had me niet eens gezien. Ik vente letterlijk voor haar. Naast haar. Bij mij? Nee, bij Onnedie. Oh. Bij die jongen. Ja, ze staan waarschijnlijk allemaal op te letten. Misschien was ze die taak aan het doen. Ja, waarschijnlijk wel. Ik stond gewoon, ik dacht van, shit. Oh ja, dat zou het wel zijn. Oké, nou, we doen even een potje met z'n negenen dan. En dan zal ik even checken of ze er zo meteen bij zijn. Doen we 8 imposters en 1... Ja, ik heb 8 imposters aangezet. Horen jullie mij? Ja, je bent er gezellig. Hey. Ja, ik weet dus niet hoe dit komt, maar ik heb Discord afgesloten en ik hoor jullie, maar ik kan Discord dus nergens meer open. Oh, dat is gewoon een teken. Je mag gewoon niet bij ons weg, want het is te gezellig. Je bent gewoon gedoemd. Dit is echt raar, man. Ik wil Even naar je task manager. Ja, ga naar discordoverlee.nl. Sowieso, discordoverlee.nl. Taakbeheer ben ik al geweest. Maar dat staat misschien gewoon even control-alt-delete en Discord echt even hard afsluiten. Jij hebt zo'n cheap overlay gekocht. Je moet naar discordoverlee.nl en premium overlays. Nee, maar even serieus. Mijn stream wil... Taskmanager. Ja, we zijn gewoon even control-alt-delete en dan even hard afsluiten. Oké, ik ga hem nu wel muten. Bye bye. Doei. Vet handig als iedereen door elkaar praat. Oh, arme Dionne. Ze zit inderdaad niet meer in de Discord. Maar ze zit er nog steeds. Hoe dan? Dat is inderdaad heel bijzonder. Gaan we het doen? Ga ik hartstikke dood? Ah, we zitten nog met meer dan 3000 te kijken. Wat gezellig. Ik hoop zo dat ik ook nog een keertje weer imposter word. Dat zou ik leuk vinden. Daar heb ik wel zin in vanavond. Nou, ik ben wel lekker rustig hier in mijn eentje. Geen kut niet anders spelen. Had ik niet vorige keer gezegd, ja, ik ga dit keer beter zorgen dat mensen voor me kunnen foutje. Sta ik weer in mijn eentje. Ik kom de lichten fixen, jongens. Ah, niet meer nodig. En Bibi heeft de lichten gefixt. Ik ga het doen. Bibi komt me dood maken. Bibi, maak me niet dood. Baby is erbij. Niet dood. Oeh, had ik hem nou wel gehaald? Zo. Oké. Oké. Hugo lag voor reactor. Nou, Creatrix was het in ieder geval niet. Nee, Bibi heb ik de lichten zien fixen. Maar goed, zeg niks. Maar ze heeft me niet gekild in ieder geval. En waarom is het Creatrix niet? Omdat ik het gewoon niet ben. Omdat... Ja. Dat is heel simpel. Ja, omdat, dat zei ik net als Bibi het zegt, is het waar. Dat was niet goed. Vanaf de lichten tot en met admin, zeg maar. Toen stonden we ook nog de hele tijd stil. Toen is me ook niet gekild. Zij zou me ook, zeg maar, kunnen hebben gekild. Nou, ik heb mijn upload gedaan in admin. En Bibi heeft mij ook niet gedood. Dus ik gok dat Bibi het niet is. Vertrouw je mij ook? Nee. Echt niet eerlijk. Had die random vertrouwen, zijn er mij niet? Ja, vind ik niet eerlijk. Ja, maar ik heb niet random vertrouwen. Als ik iemand vertrouw in, heb ik het echt goed gedaan, hoor. Ja, zeker. Matthijs, waar was jij? Ik was samen met Rick. Wij, naar Reactor, zijn we eigenlijk gelijk doorgegaan in Navigation. Yes, ik had iemand die voor me kon foutje. Eindelijk. Vanaf de Reactor? Ja. Where the body was. Ja, die Reactor ging af. Daarna gingen wij weg. Hey, naar Navigation. Hugo is eruit. Hugo left. Ja, hij is toch al dood. Ja, Rick en Matthijs zijn toch een beetje... Ja, Rick en Matthijs, ik heb ook een beetje mijn zus en Matthijs. Want ik denk dat Febe is ook wel oké, denk ik. Want die stond erbij bij mij en Bibi. Yeah. En die heeft ook niks gedaan. Maar ja, kan zijn dat Bibi Rob is volgens mij ook wel oké. Dus ik heb ook mijn zus op Rick en Matthijs. For no reason. Yes! Nice. Ja, zie, je krijgt ze gewoon zomaar. Super fijn. Denk ik. Jij krijgt zo'n kopje thee van mij, Bibi. En Matthijs is van Rob. Ach, kijk. Ja. Oké, gaan we voor Matthijs of gaan we voor Rick? Want we moeten wel stemmen. Waarom één van jullie? Ja, omdat waarom jullie de meest... Jullie zijn het meest zus. Ik stem op. Wij zijn niet twee die het verste. Ja, ik ga gewoon voor dat jullie mee. Ik ga voor Creatrix. Ik ga Matthijs. Nee, oké, we gaan voor Rick. Ik ga ook Rick. Ja, Rick. Rick. Dat is onzin. Rick. Oh. Slaap ik op de bank vannacht? Ik valt het mee. Zo dom. Echt zo dom. Maar wel leuk. Je was gewoon te stil.
Ik ben deze tijd met hem geweest. Ik heb een spot gezet. Oké, ik heb een met basecan. Ik weet niet of Febe ook een met basecan heeft. Anders dan kan ze zien dat ik dit nu aan het doen ben. Kijk, volgens mij zijn we echt wel safe met elkaar. Denk ik dan. Ik ga gewoon zorgen in ieder geval dat ik mijn taken gewoon gedaan heb. Maar volgens mij moet die andere wel Matthijs zijn. Maar het is wel een beetje dom dat hij dan nooit... ...ergens op klikt. Zeg maar. We kunnen natuurlijk ook gewoon de gok nemen. Ik zag het! Ik zag het! Oké. Matthijs? UB, geloof mij, Matthijs. Ja, oké. Matthijs! We hadden alles goed op Matthijs. Hij killde en hij sprong in een steentje ernaar. Ja, ik geloof sowieso Bibi, dus je gaat er niet onder vandaan komen. Robbo, meteen instant! Bam! Jammer, Matthijs! Nee. Oh, sorry, Matthijs. Sorry, man. Let maar op. Ciao. Zonder dit. Ja, dat was echt jammer. We gingen zo lekker, hè? Ja, zie wel. Yay, we hadden het goed! Wel goed? Yay! Ik zag het hier staan en ik dacht van nee, dat gaat niet goed. Dus ik wilde zo wegrennen en doen, nope. Ik wist het gewoon. Ja. Jullie waren zo suspicious aan het praten. Ja, sorry. Ik moet dat nog even oefenen, hè? Ik zit even te whatsappen met Jamila in de tussentijd, hoor. Bij Reactor. We moeten ook niet naar je mond luisteren. Nee. Dat moet je ook nooit doen. Bini, die pakt net Jamila's kleur af. Dat is... Jamila komt er nu bij. Als het goed is. Jamila. Ze is de Discord aan het opstarten. Even inloggen. Oh joh, we krijgen een live verslag. Ze is nu aan het inloggen. Heeft ze wel een goede overlay? Ja, ze gaat nu naar de wc. Anders weet ik nog wel een goede plek waar. Als je overlay Dat is niet waar. Ja. Heb je een overlay nodig, Jamila? Ik moet even een overlaytje maken, hoor. Moment. Discordoverlay.nl. Discord overlay. Ja, even reclame. Gesponsord door displayoverlay.nl. Sowieso. Discord. Display over. Fuck. Of Discord overlay.nl. Display overlay. Discord. Display overlay. Whatever. Echt een topgesprek. Ja. Nee, dit is van de hoogste plank. Altijd. Die plank waar je net niet bij kan. Hij is in ieder geval. Oh ja. Ja, ik kan bij geen plank, want ik ben te klein voor alles. Precies. Rick weet precies waar je het over hebt, hoor. Rick die voelt dat ook. Hey. Even chill, hè. Mensen hadden nog respect voor me, maar dat gaat nu bergafwaarts. Oh, respect voor je. Ik denk dat Rick echt als een robot, net zoals wat hij net zei. Ja, Rick die ook echt als een robot. Zeg nog zo. Ja, weet je wel. Dat is als ik boos ben. Oh, dan gaat het robotje naast je voor je spreken. Oh, ja. Ik wil ook die robot. Ik ben boos. No recording. Waarschijnlijk zat ik gewoon iets te dicht bij mijn microfoon en dan gaat hij proberen die zegt, hem zachter te krijgen. Even inloggen en dan ben ik erbij. Of ik weet de inlogcode niet of het klopt wel wat ik zei. Ze moest ook nog even naar het toilet. Maar dat had ze niet getypt. Dat had ik verzonnen. Hey Hugo, daar ben je weer. Hallo, hey Bibi, wat doe je met mijn kleur? Ja, jammer. Arme Hugo. Wil je zwart weer, Hugo? Dan lijkt je zus. Als het mag. Oh, Hugo. Ja. Ik vind Hugo je wel lief uitzien een keer jou, als een andere Hugo. Kleur. Je bent meteen een stuk minder eng. Hugo. Poepje. En het wachten is op Jamila. Jamila. Oh ja, maar Jamila is sowieso bruin. Ja, klopt. Sowieso poep. Bruin. Sowieso poepie. Welke kleur gebruiken wij bijna nooit? Lijm, hè? Gebruiken wij bijna nooit. Of wel? Lijm is er right there. Nee, want wie is wel onze lijm? Ah, even. Goos. Rood. Ja, roos nu, maar normaal was roos ook altijd wit. Oh. Net was ik paars. Nee! Ze is ik er! Ik heb een roze. Waar is Jamila met haar poepie? Ze is er. Her bear poepie. Maar waarschijnlijk doet de microfoon het nog niet. Hey! Dus ze hoort niks. Hallo? Ja, hallo! Hallo! Ja, hè? Daar is ze dan hoor! The one and only! Yay! Yay. Welkom! Hoeveel koekjes heb je gegeten? Hoeveel koekjes ook? Nul. Oh.
Wat? Jamila was heel verdrietig dat ze dat niet mee jammer. Mocht doen. Zat ze de hele tijd allemaal zielige berichtjes te sturen. Dat ze maar de hele avond koekjes ging eten. Oh, wat een aansteller. Mocht ze meedoen? Nee, kan eigenlijk helemaal niet. Oké, okay, doei. Ik ben... Ah, gelukkig. Dan kan ik tenminste ook stoppen. Meteen weer weg. De code staat in code Among Us, dinges. Maar dat weet je waarschijnlijk wel. Ja. Ja, kijk, er is al. Ja! Hey, hallo. Hallo! Hey, Poepie! Hey. Welkom in de game. Poepie with the present. It's a present, Poepie. Nou, in mijn chat zegt ze, ja, Jamila! Yay, woehoe! Oké, als ik imposter ben, gaat Rick het eerste dood, oké? Okay? Hey! Wat heb je in één keer tegen Rick? Oké. Ik ben weg. Oké, okay, dus als Rick dood is, dan stemmen we op Jamila. Dan weten we dat. Ja, is goed. Oké, okay, ik start hem al meteen. Maar nu weet iedereen wie ze als eerste dood moeten maken, hè? Mm-hmm. Nee! Ik ben het met... Oh, Hugo! Oké, okay, leuk. Ze zijn allemaal weggegaan. Oh, ze komen allemaal terug. Trash. Yes, klaar. Oké, okay, er zijn wel veel bij elkaar. Ik ben mijn wiring aan het doen. Gaat goed. Ik ga niet meteen Jamila doodmaken, dat vind ik zielig. We laten Jamila nog even in leven. Oké, okay, die is gesaved. Oké, okay, we moeten weer even nadenken jongens, want ik ben de imposter en ik vind het altijd spannend. Het is ook heel druk overal. En ik weet niet wat ik moet doen. Help! Paniek! Zoals altijd. Want Jamila ga ik niet doodmaken, dat vind ik zielig. Oh, hier is niemand. Jawel, Phoebe is hier. Ik durf Phoebe niet dood te maken. Wat is er mis met mij? Waarom durf ik niemand dood te maken? Ik moet killen. Need to kill. Waar? Boven met Where? B. No. Phoebe kwam uit met B. Dan lag echt daarboven bij de deur. Ik kwam net aanlopen vanaf Upper Engine. Ja, ik kwam ook net aanlopen. Nee. Ik kwam ook echt, dit klinkt waar. Heel frustrerend. Phoebe kwam ook net aanlopen, want die kwam uit. Ja, ik was eigenlijk. Ik was in de admin, ja. En ik zag Attica daar ook naartoe lopen. Want zij was net klaar met de wiring task linksboven. En toen ging ik daar naartoe. En toen, net toen ik klaar was met mijn taak, is Attica dood. Dus het is echt een hele verse kill. Dus het is waarschijnlijk dus... Okay. Of creatie, maar... Nee, ik kon net aanlopen. Ik kwam van Upper Engine. Ik ook net aanlopen, want die kwam ook uit het café. Ja, dus het is creatie, Phoebe of Jamila? Nou, ik ben het niet. Ik was de hele tijd met Phoebe was ik in Electrical beneden. Ik ben toen via de zijkant, via Lower Engine naar boven gelopen. Toen had ik in Upper Engine dat korte taakje. En toen liep ik het gangetje in bij Medbay en daar lag hij. En Phoebe kwam precies tegelijkertijd aanlopen. Ik denk dat ik wel scannen in Medbay. Dus ik denk maar... dat het sowieso niet is. Thank you. Okay. Maar Kreetje, weet je dat je net ook de hele tijd met Phoebe was? Nee, ja, ik was nu net pas met Phoebe. Alleen in Electrical. Maar daarna kwam ik er boven weer tegen. Dus ik kan het sowieso niet. Nee, ze zou vanuit Electrical gevent kunnen zijn naar Med B. En dan daaruit gekomen zijn. Dat zou kunnen. Ze was wel bij Med B. Oké. Okay. Phoebe? Ja, op wie hebben mensen al gestemd dan? Ja, ik heb ook Phoebe. Ik weet niet. Nou, ik ga ook voor Phoebe. Ik ga ook voor Phoebe. Gewoon een andere extreme timing. Ja, ik ga... Oké. Ik ga ook mee. Gewoon voor Phoebe. Veel succes. Goodbye, Phoebe. Ja, nu ga je die echt verliezen. Doei! Met één impulsie kunnen we het al vast lukken. Gewoon het minder gaan we het vast. Phoebe was overworked. Ik heb iemand gevreemd. Goodbye, Phoebe. Oké, maar ik moet nu nog wel killen. Ik kan wel stoer lopen doen. Hugo, vouch er gewoon voor mij, zodat iemand zien scannen. Dat is lief. Jamila, die zit me in de gaten te houden. Ik heb nog een cooldown. Dus ik ben gewoon even taakjes aan het doen. Heel casual taakjes doen. Niks spannends. Alles gaat goed. Ik ben hier klaar. We gaan naar beneden. Oeh, hebben we hier iemand op camps? Oeh, oké. Gelukkig, het was Hugo.
Niks aan de hand. Oh, nice, Hugo. Wij gaan samen deze kant op. Ik heb een cooldown. Oh. Waar? Slam. Oké, en waar was het? Security. Oké, ik kan sowieso Bibi, Kreatchik en mezelf foutje, want wij waren aan de rechterkant bij ons. En ik zag nog iemand beneden in Navigation, die ze denk ik ook... Ja, oké, ja. Dus dan is het sowieso tussen Rob en Jamila. Drie man erheen lopen. Rob was met mij. Rob is het sowieso niet voor deze kill. Ik kwam van ons hallo, dat was ik, Jamila. Net... Oh, dat was... Ik heb Jamila wel voor de laatste keer bij security gezien. Ik liep samen met Jamila, Rick. En ik heb Crea voor het laatst Jamila. Ik ben weggelopen, Crea. Jij bent daar blijven staan. Ja, ik ging naar Reactor. Mhm. Ja, wel net een nette kill gemaakt dan daar. Nee, ik had die 1, 2, 3, 4, 5 dingen staken. En toen ben ik daarna naar boven gelopen. En is die O2 afgegaan. En daar kwam ik gewoon Bibi op tegen. Ja, ik, ja, daar, ja, daar kom ik dus Crea, Bibi en dan Matthijs tegen. Ik vind Jamila op zich wel safe. Want we hebben allebei... de fuel tanks gedaan. Ja, ik vind... Ja, heb ik ook gedaan met... Ja. Dus wie zijn er Bibi. Allemaal safe? Ja, allemaal zijn we dan safe. Bibi? Ja, dat ben ik. Hi. Bibi, kan jij alsjeblieft wat random mensen veilig stemmen? Dat nou ja, ze riep net al Hugo en ik, want wij waren deelt met z'n drieën. Ja, Hugo en Kreatje. Dus de enige die overblijft... Ja, Matthijs van Matthijs en Navigation. Ja, alleen, Jamila. Wat zeg jij, Hugo? Ja, maar toen Reactor gecalled werd, is die kill al gemaakt, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ja, maar het is wel heel handig als je dan even naar de andere kant van de map loopt en dan zegt, ja, wij waren er allemaal, maar daarvoor was jij ook gewoon Crea, was jij ook gewoon in security. Ik denk persoonlijk dat het Hugo en Crea is. En ik denk dat Crea deze kill heeft gemaakt. Want nou, ik denk, van Matthijs weet ik bijna wel zeker Reactor. Dat ik niet ik heb gedaan. Ik denk dat het Rob en Jamila is. Want ik vind Rob heb ik gewoon de hele tijd niet gezien terwijl de kill werd gemaakt. En Jamila, ja, die zit gewoon een beetje te accusen over nog. Ja, jongens, we moeten even stemmen. Ik ga het helemaal random accusations. No, Jamila. Jullie hebben ook al niet geluisterd toen ik het over Phoebe zei. Phoebe. Sorry, Jamila. Het spijt me. Oh, ze komt net meedoen. En we zijn er echt zo hard aan het framen. Echt super zielig. Pew, pew, pew. Ik ben heel hard mijn taakjes aan het doen. Pew, 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 pew. Sorry, Jamila. Oké, Rob is nu verdacht. Dus ik laat Rob nog mooi in leven. Want die willen we graag nog sparen, zodat we die nog kunnen framen. Rick is op zich ook al verdacht. Dus ik denk dat Matthijs nu gewoon moet sterven. Oké, mijn taak is klaar. Pew, pew, pew. Gedaan. Hé, de lichten gaan uit. Dat is nice. Op weg naar de lichten. Ik heb de lichten. Yeah! Lekker Hugo! We waren goed bezig! I knew it! Hey Jamila, dat was wel spijt. Spijt met Jamila! Ja, tuurlijk! Je had het inderdaad helemaal goed. Ja, je had het helemaal goed. Jamila is wel altijd gelijk. Jamila is wel de Sherlock van ons team, absoluut waar. Ja, waarom had ik jou ook weer uitgenodigd, Jamila? Jullie hebben toch gewoon... Maar echt hoor, maar oké, okay, van Hugo en Crea wist ik wel zeker dat jullie het waren, omdat jullie zo ontzettend snel op Phoebus sprongen. En toen de rest ging er gewoon bovenop en ik wou zeggen, Phoebus langsgelopen. En Hugo werd waarschijnlijk gevent. Phoebus langsgelopen door cafeteria. Ja, ze is waarschijnlijk gevent. Phoebus langsgelopen door cafeteria. En iedereen Phoebus eruit. Ik was ook zo blij. Oh my god. Met Hugo die in één keer zei, ja, ik heb er zien scannen met B. Ik, huh? Ik was niet in met B. Ja. Oh, ja! Ja! Oh, super nice. Oh, oh. Leuk potje. Oké, okay, ik zet hem weer aan. Sorry voor iedereen die ik geframed heb vandaag. Succes! Spijt, stakkers. Oh, phew. Oké, okay, dit was een lekker imposter potje. Was leuk. Was heel leuk. Ah, we hebben een leuke potje tussen zitten. 2 keer gewonnen van de 3 keer imposter vandaag. Dus dat is nice. Dat is beter dan afgelopen keren. Maar wel sneu. Jamila komt er net bij. Niemand luistert naar haar. Oh, ik heb hier trouwens weer submit scan. Dus misschien dat ik hem even bewaar. Ik denk dat ik die nodig heb om Jamila te overtuigen vandaag. Want zij geloven nooit. Oh! Zelfreport. Dat kan toch niet anders?
Dat was zo snel. Dat was echt, dat is heel echt snel. Oh no, Phoebe. Dan weer Phoebe. Roos, waar vond je Phoebe? Ja, maar dit was zo snel. Ja, dit was wel heel snel. Ik heb staan, ik liep naar Electrical en daarbovenin lag Phoebe. Het was echt recht in de roos. En dan moet je echt diegene hebben zien venten, want volgens mij was die cooldown echt pas net klaar. Ik heb echt niemand zien venten. Ja, dus dan ben jij de cooldown in het begin niet gewoon 10 seconden. No matter wat ging jij doen in Electrical? Ik denk dat het gewoon een dubbelklik is en dat ze gewoon per ongeluk zelfreport. Denk het ook. Ik gok ook zelf. Dat ik dan ook gestemd heb. Thijs. Ik heb misklikt. Dan jij heeft ook misgeklikt. Uitstemmen, maar je stem je er een groen mee. Ik ga dan denk ik roos. Ik stem op roos. Ik ga ook niet. Dus ik heb dubbelgeklikt op iemand. Op wie stemmen we nou trouwens? Ja, ik stem op roos. Ik ga op roos. Ik denk zelfreport. Heb ik per ongeluk op roos? Ja, ik denk wel niet. Ik stem op skip. Zullen we anders met z'n allen tegelijkertijd antwoorden? Maar om haar nu al eruit te stemmen... Ja, is misschien ook wel zo. Zo'n beetje een gokje. Oké, dan doen we dat toch niet. Leef nog. Oh. Puur omdat ik niet per ongeluk een foto viel had volgens mij. Door mijn shields, want daar zaten mijn twee dingetjes. Ik ga naar navigation. Ja, ik weet niet. Het was wel heel snel. Dus ik heb wel een beetje een zus in ieder geval. Oh nee, niet weer de download. Rob en Hugo staan hier. Rob en Hugo gaan bij me weg. Ik leef nog. Waar wijst hij me naartoe? Wat voor taak heb ik? Oh ja, die upload. Oh! Arme Jamila, wow. Ze lag bij de upload dingen in admin. Ik kwam namelijk daar nu ook mijn upload doen en ik zag haar daar liggen. Oké. Waar lag je bij? Jij uploadde mij... Als je bij admin, daar heb je dat dingetje waar je kan downloaden en waar je hem ook kan uploaden. Oh, bij ja. Die taak, ik denk dat ze tijdens die taak gestorven is, want ik heb die taak nu ook. Oeh, Rob, via waar ging jij toen je naar de webmas ging? Via waar ging je toen? Ja, ik zag jou met Rob... Ik ben langs admin gelopen, ik ben er niet naar binnen gegaan. Langs MapB. Admin, zei die. Ik ben langs... Nee, langs ik ben admin, langs admin gelopen. Oh, langs admin. Ik ben langs admin gelopen, meteen naar beneden om trash te doen. Daar zat ik met Matthijs trash te doen. Alleen, ik vind Matthijs zus as shit. Want? Waarom? Hoezo? Omdat ik samen met Jamila boven trash heb gedaan. Ja. En Matthijs heb ik niet gezien. Ik heb hem in O2 moeten doen. Oh, ja, dat denk ik. Ja, ik kan zijn gezicht zien, dat is echt vervelend. Echt niet. Ja, aparte kamers gaan zitten. Ja, is het Matthijs, Rob? Is het Matthijs? Ik wil hem niet. Ik ga niet op zijn facial expression deze uitspraak doen. Nee, dat snap ik. Dus we stemmen op Matthijs. Yes. Ja. Sorry, Matthijs. Dat komt niet helemaal eerlijk, maar oké. Okay. Matthijs gaat nu meteen ergens anders zitten. Oh, maar dat lijkt me heel moeilijk in de spel. Natuurlijk wel. Eigenlijk moeten we hierna op Rob stemmen. Nee. Sowieso. Call emergency en foto Rob eruit. Ik ben heel veel mijn camera fix hoor, van mijn stream. Als je denkt, waarom sta ik stil? Oké, ja, hij was vastgelopen. Mijn camera doet het weer. Ja, en je moet ook even muten. Oh, dat had je al gedaan. Ja, al gedaan. Maar ik denk, voordat jullie denken, waarom staat ze zo lang stil? Hallo, is even stil zijn, jongens. Jij kan helemaal niet praten, jij bent sorry, dood. Mama. Sorry, mama. I hear dead people. Wanneer gaan we nou een keer proximity mod doen, jongens? Ik wil dat zo graag. Ja, dat doen we volgende keer. Oh, dat is morgen. Als jullie dit kunnen doen, kan ik ook gewoon spreken. Nee, jij bent dood. Stil, nee, jij bent dood. Jij mag niks zeggen. Oh, mute. De imposter is... Ik hoop niet, Bibi. Ik heb een submit scan. Wil iemand mijn submit scan doen? Unlock manifold. Nee, ik wist het. Ze liep wel zo achter me aan. Ah! De imposter is Bibi. Hallo, liefje. Vind mij nou... Oké, Attica, waar was jij? Waar lag hij? Ik was in Electrical.
Okay, Rick, en waar was jij? Ik was bij security. Waar was jij? Ik was onderweg naar Shields. Ik stond in cafeteria nu. En waar was jij, Bibi? Upper Engine. Oké, okay, dan... ja, de body lag in storage bij die fuel ding. Dus dat is... Oh, ja. Als je een electrics bent, that's kinda sus. Ja. Ja, maar dat is altijd sus als je daar bent. Ja, maar ja. Dit maakt het extra extra. Dit is gewoon sus plus plus. Ja, ik heb een beetje... ja. Wat? Heb je slijm in je keel? Ik heb toch nog een steeds... Nee. Ik heb dus nog steeds een beetje sus op Roos. Waarom? Omdat ik je... Leg me oprecht? Waarom? Nou... omdat ik je oprecht nergens heb gezien. En toen... Wacht even hoor. Wanneer was het ook weer? Ik moet even nadenken hoor. 70 seconden lang toevallig? Ja, toevallig wel. Nee. Nee, toen... Ik zag toen bij... Ik weet niet meer waar het was. Maar opeens... Was er iemand heel snel weg en ik wist waar sowieso één iemand was, volgens mij was dat Hugo. En... Bibi? Goed verhaal. Ja, 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 ik stem op Bibi. Ja! No! Yes! Ja, ik ga nog steeds weer rood. Kamer... No! Nee, ik stem op Attica. Ja. Oké, okay, voor de mensen die vragen wat ja, we moeten wel op iemand stemmen, want anders gaat het niet de goede kant op dit. Ja, ik stem maar elke keer als ik niet op maar... Hugo stem, is het Hugo. Ja, dan stem je op mij. Stem dan op... Ja. Ja, ik denk, ja, ik zou... Ja, maar dan zijn de stemmen wel heel verdeeld. Dat is... Bibi! Bibi! Op Attica. En Bibi? Ja, ik toch op Roos. Oké. Okay. En dan moet ik kiezen wie ik eruit ga stemmen, zeg ik. Roos, op wie ga je stemmen? Ik heb op Attica gestemd. Oké, okay, dan doen we die er eerst uit. Gaan ja, daarna dat zien, mag ook. Wie het dan en is. En dan daarna Bibi. Oké, okay. Proximity Mod. Proximity Mod is iets dat je kan downloaden. Dat kan alleen als je het op de computer speelt. Het is een soort van een soort van app dat je draait. En daardoor kan je dus in de game altijd praten. Maar alleen als je in elkaars vision bent. Kijk, nu zie je dat ik de hele map zie. Maar normaal gesproken als ik crewmate ben, heb ik alleen maar zo'n klein cirkeltje om mezelf heen. In dat licht, als je elkaar dan dus ziet in dat licht, kan je elkaar verstaan. Dus dan kan je dus met elkaar praten. Als je bijvoorbeeld ook imposters bent. Maar ja, dan moet je dus wel oppassen dat niet iemand stiekem je afluistert en zo. En dat geeft een hele grappige vibe aan de game. Voor de rest is wel het spel verder hetzelfde. Dus je speelt gewoon hetzelfde spel. Het enige verschil is dus dat het gewoon niet stil is. Maar dat je dus elkaar kunt horen de hele tijd. Dat willen we heel graag spelen. Lijkt me heel moeilijk. Maar ook wel heel erg leuk. Dus we gaan dat een keertje doen. Maar ik denk niet morgen, maar voor een andere keertje. Ja, en nu zijn het dus Attica en Bibi. Nou ja, Bibi die zagen jullie net al. Attica is er nu uit. Dus nu moeten ze eigenlijk op Bibi stemmen. Maar ze weten nu eigenlijk al wel dat het Bibi is. Dus waarom ze niet op de emergency knop drukken? Ik ben zeer teleurgesteld. Oké, okay, ik heb al mijn taken gedaan. Dus ik ga nog even Bibi volgen om te kijken wat ze aan het doen is. Waar is Bibi naartoe gegaan? Zit ze nog hier? Nee. Bibi. Daar. Oh, pas op, liefje. Ik bescherm je. Pas op! Oh, you are so dumb. What are you doing? Waar gaat die ook alweer naartoe, die vent? Ik vergeet dat altijd. Naar reactor gaat die, hè? Ja, arme J. Aww. Arme Rick. Goed zo. Wat? Dus het is Roos. Nee! Ik zit de hele tijd op camera's, omdat ik klaar ben met mijn taken. Dan moet nee, je omdat je iemand gekillt hebt. Nee, ik heb niemand gekillt. Nee. Echt wel. Nee. Echt dankjewel. Eindelijk, hè? Ja, dan heb ik maar verloren. Nee, we verloren. Okay. Nee! Nou, ik ben het niet. Hugo. Nee, nu niet meer. Hugo. Oh, ik ben... Hugo, hoe heb je ons zo kunnen laten doodgaan? Oh, Hugo. Bibi, jou vertrouw ik echt nooit. Nee, je moet Bibi nooit vertrouwen. Oh, ik zag... Ze zet zo'n verhaal op Roos. Ik dacht van, dat zal vast wel kloppen, weet je wel. Nope. Nou. Ik had echt gewoon een lulverhaal. Leek je ergens op. Ik wist geen eens wat ik aan het vertellen was. Het is het ik weet niet eens wat ik aan het vertellen was, maar ze geloofde me.
Dit is het eerste potje waarbij Bibi niet de hele tijd zei: oh, ik vertrouw haar. Oh, ik vertrouw hem. Ja, oh, dat is wel inderdaad zus. Dus. Je wist het gewoon, had gewoon kunnen weten. Hij moet het gewoon altijd doen. Ja. Of nooit. Oh ja. Ja, of nooit. Of nooit, wauw. Oh, anders valt het inderdaad op. We willen helemaal geen positiviteit. Hé, hey, Jamila, je ziet eruit als Orlandi. Ja. Je gaat hem proberen, ja. De oranje. Ja, ik wil even een leuk hoedje vinden of zo. Ik dacht die dumpsticker, dan denken jullie vast niet dat ik imposter ben. Nou ja, probeer het. Oh, dit staat lief. Nee, dat brilletje was wel lief. Ja, dat staat schattig. Oh, ik ben dokter. Ja. Ja, die dingen vind ik ook altijd wel een beetje eng hoor. Die vertrouw ik nooit, want Bibi ziet er ook zo uit. Die vertrouw ik ook niet meer. Laat maar. Laat maar. Zo dan. Ja. Kerstverlichting, daar kan je toch niet boos op zijn? Nee. Maar ik ben sowieso nooit boos op je. Ik kom even Attica aanvallen. Ik kill je wel, maar ik ben niet boos. Ja. Oké, ik start hem weer. Succes. Doei, succes. Nee, geen imposter. Oké, gewoon even lekker rustig. Lekker rustig. We gaan beginnen met swipe card. Because why not? Waarom niet? Oh. Oh. Thank you. Als allerlaatste. Weet je dat ik er serieus een keertje uit ben gestemd omdat ik te lang swipe card aan het doen was? Toen zeiden ze, ja, dat duurde echt lang. Niemand doet zo lang over swipe card. Nou, je ziet het. Ik doe altijd zo lang over swipe card. En ik werd er toen gewoon uitgestemd door allemaal crewmates. Want ze dachten allemaal dat ik meteen imposter was. Dat is echt heel jammer. Nee, zijn de lichten weer uit? Zal ik heel eventjes hier kijken of er hier toevallig iemand uit het ventje komt? Nee. Oh, Roos die had hetzelfde idee. Even checken. Ja, ik had hetzelfde inderdaad. Ik ga mijn tweede fuel doen. Was hij lang genoeg? I hope so. Een Phoebe! Don't kill me! Oké, Phoebe doet nog niks. Ah nee, ik wilde net weg. Ik was heel even mijn chat aan het lezen. Daarom lees ik niet zoveel mijn chat. Want dat gaat niet goed. Was het nou Roos die me killde? Paars, hè? Ja, defend your body maar. En ik dacht dat ze op zich wel oké was. Omdat zij ook daarboven aan het checken was bij security. Ah, boe. Oké, ik was even aan het lezen. Ja, ze heeft me gevonden. Of we een andere map gaan doen. Ik zal het zo even vragen aan de rest. Ik was in de reactor. Task weer. En Roos kwam ineens vanuit onder aanlopen. Ik dacht, onder? Is daar een taak onder? Nee, maar er is wel een vent. En raad eens even waar die vent naartoe gaat. Naar de bottom reactor. Of hoe dat ook heet, oké? Dus ik loop naar beneden. Ik denk, ligt daar iemand? Ja, ja, daar is Kreatje dood. You. Ik heb gestemd. Ik heb ook gestemd. Oh, Jamila? Ja. Ik dacht dat ik had gereport. Bibi ligt in navigation. Oh. Oh. Oké, misschien heb jij ook gereport. Nee, ik heb gereport. Maar goed om te weten dat ze in navigation ligt. Ja. Okay. Heb jij iets gezien dan? Maar het was niet Roos dan. Dus, en die is met de vent gegaan. Want ik zag de vent klappen, maar ik zag niet. Oké, maar zullen we er één tussen doen? Vent. Dus die is er bij weapons nu. Ja, nu even Roos. Ja, sorry. Ja, ik was net de hele tijd aan het praten, alleen jullie stonden bij mij niet op luidspreker. Oh, oeps. Super slim. Ja, ja. Nou, je hebt nog een minuut. Ja, ja. Om je te verdedigen. Oh. Ja, ik heb niks gehoord van wat jullie zeiden, want jullie stonden bij mij niet op. Je hebt gekild volgens Jamila. Ja, want jij kwam onder, in de reactor kwam je van onder vandaan en daar is niks behalve een vent. Dat vind ik heel knap, want ik ben nooit in reactor geweest. Dus ik weet niet wat je dan nu zegt. En op mij zit te framen. Maar als jij daar geweest bent. Jamila, ik ben daar nooit. Ik ben nooit in Reactor Jamila, geweest. Ik heb daar geen tas. Ik ben daar nooit geweest. Je klinkt alsof je jezelf niet gelooft. Ja, kijk, voor mij is het meer. Ik durf niet meer tegen Jamila in te gaan op dit moment. Nee, ik weet er niet. Dan ben je dood.
Ja, nee, nou, dan stem word ik allemaal op roos. Verbannen, hup, roos eruit, roos eruit. Hup, hup. Nee, doe, stem vooral waar je je goed bij voelt. Ja, nou, dat leg ik je net uit. Ja, ik ben het niet, dus ik heb hier weer een crewmate uitgestemd. Gewoon Roos of gewoon vote whatever Jamilia stemt. Oké, okay, nou, dat is in ieder geval één impasse eruit. Het is altijd fijn dat als je sterft, dat ze dan ook diegene er dan uit knikkeren. Dus dat is fijn. Ik ga zorgen dat ik mijn taken afkrijg. De tweede... Hugo, waarom sta je daar op een vent? Jamila die denkt hetzelfde. Hugo. what are you doing there? Wauw, goed Engels ook. Oké. Okay. Ik ga mijn taken afmaken, jongens. Ik moet nog geen electrical wezen. Wie zit er dat te klikken? Rob is de ander. Rob heeft mij gekild. Altijd te snel voor die chat. Ja. Ja, Jamila die leeft natuurlijk in een andere tijdzone. Het is bij haar nu... We denken... Het is hier nu 10:00 s'avonds. -6. Dan is het dus bij haar 4:00 s'middags. Ja, hè? Kan toch wel hoofdrekenen. Ja, het is bij Jamila nu 4:00 s'middags. Dus zij is nog een heel stuk scherper dan dat wij altijd zijn. Dat merk je echt hoe later het op de avond wordt. Hoe scherper zij is. En hoe minder scherp wij zijn. Maar daarom is zij altijd echt een mega goede Sherlock. Als ze binnenkort in Nederland is, dan moeten we eigenlijk ook maar gewoon eventjes live spelen. Dan is het voor haar hetzelfde tijdje pas voor ons. Kijk als ze dan ook nog zo scherp is. Maar dat helpt wel. Daardoor let ze altijd goed op en vindt ze ook altijd alles. Ze had net Hugo en mij ook al meteen door. Nou, ik ben nooit zo heel erg goed in dat Sherlock zijn. Heel soms heb ik goed opgelet en dan weet ik van alles. Maar soms ook echt totaal niet. Ah, ik voel me soms zo dom in dit spel. En de andere keer gaat het weer oké. Dus het is ook net hoe erg je oplet de hele tijd, denk ik. Of hoe moe je bent waarschijnlijk. Oké, het is Rob. We gaan Rob volgen. Ik heb al mijn taken af. Oh, Jamila. Waar? Jamila lag bij... wacht hè. Niet ergens in eigenlijk. Eigenlijk bij een gang van. Gang van? Ja, gang van communications. Maar volgens mij is het dus Rob. Want Rob kwam van die richting gewandeld. Oh. En daar lag Jamila. Ik heb Rob ook kennelijk de hele tijd met Jamila zien lopen. Dus, ik liep al ver lang niet met Jamila. Jamila sowieso best. Ik kwam sowieso, ja. Electrical light gaan fixen en dan heb ik jou gezien wandelen. Ja, en dan ging ik onderweg naar communications. Ik was onderweg naar electrical. Ik kwam jou tegen. Rick, waar was jij dan? Want volgens mij zag ik jou ook aan die kant. Is het Rob of terwijl... Ja, klopt. Ik was aan het kijken. Ik stond in Matthijs, het admin. Ik was aan het kijken waar iedereen was. En ik zag... denk dat Rick wel safe is, want ik zag iemand bij admin. Ja, dat was ik. Ik stond bij jou. Ik zag iemand venten, ja, maar van MedB naar Electrical, volgens mij. Maar ja, dat heeft niks te maken met deze kill, denk ik. Maar dat is wel wat ik zag. Ja, oké. Okay. Nou, er zijn sowieso nog twee in post. Als je van denk, communications het is, ja, kwam, ja. Waarom heb je dan niet die body gereport? Want de body lag vlak als je naar de light ziet fixen, daar lag Jamila. Als je op die weg... Maar gaat, je zegt, dus als, de... ze zegt net, ze lag bij comms. In de gang. Ja, ik zie ja dat ze niet. Lag bij comms in de gang. Ja, maar je bent toch light communications gegaan? Je kwam uit die gang van communications en je hebt daar niet gereport. Wat? Je komt van admin. Hey, admin kan je dat helemaal niet zien. Vewe, toen was deze body gereport toen het licht uit was of niet? Nee, daarna. Kijk, ik had net de lights gefixt. Oh ja, ik had de lights gefixt wel. En ik ga naar communications. Ja, want ik zag je al naar links lopen. De dode bodies zijn alleen meisjes. Lichten gingen uit. Ik kwam van admin naar de electrical. Ik kwam Faber vanaf, toen was het gefixt. Dan zijn we en toen liep zij blijkbaar richting Comms. Heeft ze een body gezien. Jamila leeft in Amerika, zei ik dat. Wat gaan we doen? Zit ik weer domme dingen te zeggen? Jamila woont in Amerika. Ik maar ze leeft dus er Rick ook. Of Rob, maar... Ja, ik ga voor Rob, denk ik. Oké. Nou. Ja! Ik vond het een worthy try. Ik vond het nog best goed. Ik had je geloofd hoor, Rob. Well played, guys. Well played. Yeah. Yeah, nice. Yes. Ik had toch gelijk hoe jij dat vond. Hey, mensen vragen bij mij in de chat of we ook nog in een andere map gaan spelen vanavond. Willen jullie dat? Ja! Of, ja hoor. Oh my god, Jamila wil heel graag.
Kunnen we alsjeblieft, maar kunnen we... Er is nog een soort van derde map. Ja. Die heb ik bijna nooit gespeeld. Nee, die hebben we vorige week. Die hebben we vorige week hebben we die gedaan. Maar na één potje ja, was het dan toch niet helemaal. En toen zijn we alweer Polis gaan doen eigenlijk. Oh, ik vind het wel leuk. Het allemaal en die leuk. Andere grote map vind ik verschrikkelijk. Die Polis? So we're gonna play. Ja, die is echt verschrikkelijk. Oké, okay, dus ja, we blijven gewoon even in de skills voor vandaag. Oh, oké. Okay. Ja, maar mij maakt niet uit. Ik vind het allemaal prima. Ja, maar is die andere met ik stem voor Mira. Ik sta hier. Nee, Mira? Ja. Ja, Mira, blijkbaar. Hier is Polis. Ik stem voor Polis. En Skelt is in het midden. Skelt is in het midden. Mij maakt het niet heel erg veel uit, eigenlijk. Nee, mij maakt het niet uit. Waar is Mira? Nou, ik heb het goed gemaakt. Weet je wat we doen? We doen een potje Mira en we doen een potje Polis. Ja, oh, prima. Beginnen we met Mira. Goed? Ja. Oké, dan gaan we. Ja, we gaan surfer hoppen. We gaan surfer hoppen. Oké, ik maak er even eentje aan. Voor Myra HQ. En ik zal even de code delen. Ik zal even server hop muziek opzetten. Oh, nice. Oh, yeah, yeah. Allemaal te downloaden op display discordoverlay.nl. Sowieso, discordoverlay.nl. Kan je Rob's muziek downloaden? Check, check, check. Ja, en als het een goede imitatie. Ja, ja, en hij doet het inmiddels. Ik zal even het certificaat aanvragen. Een hoge kwaliteit dit. En dan opnemen in GarageBand, hè? Dan kan je er ook nog een beat onder doen. Wauw, GarageBand. Oh, wauw. Ja, kan best hoor. Dat heb je toch? Als je nog nooit Mara hebben gespeeld, bereid je alvast voor. Als ik op GarageBand ga uitleveren, wordt het altijd herrie. Hey, disconnected. Wat is dit nou? Ik heb niet. Oh, moet je het gewoon nog een keer proberen. We willen je niet meer. Oh, doe eens aardig. Oh, sorry. Nee, hij is er alweer. Sorry, dat was ik niet. Rob, niks. Ik vind je wel leuk hoor, zo in dit groene bakje trouwens. Ik zie je pakje weer niet. Ja, vind ik ook leuk. Oh. Ja, maar dat doe ik speciaal voor jou, Rob. Oh, Rick. Oeh, Rick. Er mist er één iemand. Hoi. Jij bent toch zo'n Duitse... Weet jij nu hoi? Ik denk dat is meer innocent. Ik ben eruit gegooid. Oh, oké, dan wacht ik nog even. Doe eens aan. Ik ben een Duitse... Ah, het is uw einfach, ja. Ja. Ik wil ook wat zeggen in het Duits, maar dat kan ik niet maken op mijn stream. Nee. Dat is niet... Rob is echt zo'n uitvinder. Ja. Die goed is met schapen. Ik ben gewoon vriendelijk. Iedereen die langs me loopt, die... Hoi. Dood. Hoi. Dood. Hoi. Hoi. Oh, oké, okay. Nou, heel veel sterkte. Ik ga trouwens wel de taken even wat omlaag zetten, Jamila. Hoi. Oké. Okay. Want we zijn allemaal nog niet zo heel handig in deze map. Ik heb wel een... Dat cool. Ja, ik heb hem ook pas twee keer gedaan. Maar dat wordt leuk als ik de poster ben op deze map. Ja, één keer, volgens mij. Welke map is dit? Dit is Myra. Oh. En ik heb de map heb ik in de Discord staan. Dus dan kan je zien waar je heen kan. Let op, je kan als imposter van vent naar vent naar vent naar vent. En zo kan je de hele map over. Dus let er vooral op dat er iemand lang afwezig is. Ja. Denk ik. Matthijs, waar ben je? Ik denk dat een truc kan zijn. Matthijs staat hier te staan. Nog, waar ben je? Matthijs is al vet lang afwezig. Oh, zijn jullie naar een andere kamer gegaan? Matthijs dacht, dit gebeurt me nooit meer. Let's go. Succes! Let's go! Nou, geen imposter hier. Mooi, dan kan ik even rustig een beetje gaan uitzoeken... waar ik welk taakje ga doen, want ik ben in deze map nog niet zo heel erg handig. Is dit laboratory? Nee, dit is communications. Oh nee, dat hoef ik helemaal niet te wezen. Oh, wat grappig, je hebt hier een soort van log. Dat je kan zien wie wat heeft open gedaan en zo. Cafeteria, is dat hier? Nee, dat is daar beneden. Heb ik hier niks? Nee, ik heb hier helemaal niks. Oké, ik ga weer helemaal naar beneden. Dit is waarschijnlijk weer mega sus, omdat ik weer niks zit te doen. Hier heb ik een taak. Oké. Nou, op zich is deze map heel cool. En ik denk dat die ook heel leuk kan zijn. Maar deze heeft wel echt een heel ander soort gameplay. Denk ik. Ik denk dat je hier echt veel meer gaat nadenken over die fans. Oh, ik heb hier niet meer. Ik ga helemaal de andere kant op. Oeh. Arme Febe. Nou, ja, oké.
Oh, Roos ook al. Oh, Roos. Roos en Phoebe. Roos en Phoebe. It is a double kill, I guess. It's a double kill, Roos en Phoebe. Ik kan één zeggen, het is geen double kill, want Phoebe lag alleen in ons. Phoebe ook, echt meteen. Oh, yes. Ja, oké. Okay. Maar ja, zou wel gewoon kunnen dat de ander natuurlijk helemaal ergens anders lag dan. Maar dan zal het inderdaad geen double kill zijn. Ja. Even kijken, waar lag Phoebe, zei je? Office. Office. Even kijken, is waar... Ja, ik moet even de map eigenlijk. Ja, ik zit ook even te kijken. Daar bovenin. Ja, je kan nu op de vent zien, die vierkantjes. Ja. Is Roos toevallig ook nog ergens gevonden, of die hebben we niet gezien? Weet ik niet. Ik heb er niet gezien. Ik was eigenlijk heel de tijd beneden in storage en cafeteria. En Jamila heb ik daar gezien en Hugo heb ik daar gezien. Ja, ik was een balkon, zo'n raar ding aan het doen. Ja, klopt. Jamila was daar ook de hele tijd. Boven in Office bij de download. Marius, wat voor taak had jij in storage? Nou, ik had storage wiring. Dat zit aan de buitenkant. Maar ik dacht dat ik in storage ook nog wat had. Dus ik stond daar een beetje te dwalen. Maar ik had daar niks. Oké. Okay. Well, ik denk precies hetzelfde. Oh, echt waar? Ja. Had je ook wiring aan de buitenkant, of niet? Ja, ik was daar buiten bezig. Ah, oké. Okay. Nou, ik denk dat Jamila wel safe is dan. Of ik bedoel, hoi. Ja, ik denk Crea ook wel. Omdat ik daar haar daar veel heb gezien. En ik heb Hugo daar ook gezien. Wat Hugo Rijn? Ja, Hugo heb ik daar ook vaak gezien inderdaad. Ja, Hugo was eigenlijk te chillen. Alleen maar in cafeteria. Ja. We zijn aan het chillen. Lekker gewoon, lekker Ja, een beetje eten. Test aan het uitvogelen. Oké, nou, ik heb dus geen idee. Als iemand een idee heeft, dan hoor ik het wel. Ja, ik echt gewoon niet. Is iemand naar Bitcoin? Ja. Oh, nee, weet ik niet. Ik heb wel gewoon wiring. Toch? Wat had ik? Je had Medbase scan. Oh, Jamila. Nee. Ik dacht dat ik zag zo'n test aan de instort. Ik dacht dat ik via Medbase naar huis ging. Ja, ik skip. Ik eroverheen. Ik moet naar Laboratory door die lange gang. Wil er iemand met me meegaan? Ja, is goed. Oké. Tuurlijk. Tuurlijk, ben je de imposter. Want in dat geval nee, dank je. Gaan er toch twee man mee? Ja, twee imposters zeker. Ja, ik moet naar Laboratory en naar Reactors. Dat zit allebei door die lange gang. Jamila gaat met me mee en Matthijs gaat met me mee. Oh, ik heb hier ook nog een taakje. Oh, nee. Oh, ik open net dit taakje. Nee, dan zitten jullie al in de gang. Oh nee, gelukkig ze zijn niet in de gang gegaan. Kan Bibi niet mee? Als enige? Oké, ik ga hier. Moet je een pijl maken. Ik heb vorige keer echt zo lang staan prutsen voordat ik deze pas door had. Nou, dit komt goed uit, want hier zijn we toevallig toch al. Dan heb ik hier nog een taakje. Hoep. Nou, dan moet ik nog naar Greenhouse en naar Office. Ik ben hier klaar. Hey, Hugo komt eraan. Zijn we hier nu met z'n allen? Hallo! Ik snap echt helemaal niks aan deze map. Ik ben wel gewoon mijn taak aan het doen. Daar heb ik al alle focus voor nodig. Maar ik heb geen idee wie dan imposter is of zo. Daar heb ik echt helemaal geen tijd om over na te denken dan, zeg maar. Maar oké, Rick is wel safe, want ik denk dat die man is wel altijd gedood. Dus ik ga gewoon zorgen dat ik klaar ben. Ik ben klaar. Rick is daar. Jamila is hier. Zijn wij oké? Ik denk het wel. Wie denken jullie dan dat het kan zijn? Ik heb Rob en Bibi hier, alleen Hugo is er niet. Maar dan hebben we er pas één. Oké, Hugo waarschijnlijk sowieso. Waar is Rick nou naartoe gegaan? Oh, hier. Oh ja, Matthijs. Die zie ik ook niet veel. Zou dat Hugo en Matthijs zijn? Rick vertrouwt Matthijs zo te zien. Ik laat ze even alleen. Even kijken of Rick dood is. Waar is Matthijs? Oh, daar. Oké, jongens. We moeten weer helemaal door die lange gang. Om
dit te doen. Ik ben helemaal stil ervan hoor. Ik ben echt geconcentreerd dit spel aan het spelen. Dit is wel irritant dat je elke keer die lange gang door moet. Hugo heeft wel dat ding gefixt. Maar goed, dat zegt niks. Want ik fix hem ook altijd als ik er niet ben. Oh. Kijk als nou hier met z'n allen. Ah nee, Hugo, ik wist dat je het was. Hoe kan je me nou... Wie? Hugo. Okay, dat was een hele slimme kill. Ja, dat, slimme ja. kill. Ik wilde al weglopen, want ik ga altijd dood in de Dat was een hele mooie. Maar heeft iemand gezien wie het echt was? Ik zou hem bijna willen maken, zo mooi was hij. Maar ik was het niet. Liegert! Je was het wel. Hm. Ja. Ik stond helemaal erachteraan, want ik was juist bang voor de stack kill. Dus ik kan het niet geweest zijn. Rob die stond er ook een beetje over. Achteraan staan. Ik stond. We stonden met z'n vijf op de stack. Jamila is hooi. Ja. Nou, deze kill was de Bibi niet, maar er is wel iemand anders dood. Jamila stond erachter, dat heb ik gezien. Ja, ik denk Hugo en Matthijs. Echt op elkaar. Ja, jullie denken Rixus? Ja, ik weet niet. Rick liep zo lang met ons mee. Ik denk dat Jamila sowieso niet is. Bibi denk ik ook niet. Ik vertrouw alleen Hoi. Ja, ik vertrouw Hoi ook wel. Nou, Bibi vertrouw ik ook wel. Ik ben echt vaak met Bibi geweest. Ja, de enige van die ik niet, of nee, niet vertrouw, waar ik mijn twijfels bij heb, dat is of Matthijs of Hugo, of dat komt. En dat zal ik uitleggen. Dat heb ik ook. Zat in admin te kijken, op waar iedereen zat. En toen zag ik iemand wenten van office naar laboratory. Dus ik dacht, ja, weet je, de eerste die daar tegen... Dat is de imposter waarschijnlijk. Dat was Matthijs. Ja. Maar ja, daarna was Hugo ook ineens bij Reactor toen Reactor afging. Ik weet niet hoe die daar is. Maar ik ging gewoon via de ingang. Hugo en Matthijs. Ja, maar we gingen met z'n allen door die gang. En volgens mij heb ik je toen niet gezien. Nee, ik heb Hugo ook niet gezien. Er waren volgens mij drie mensen door de gang. En toen kwamen er twee mensen. Dat was eerst jou en Kreia eigenlijk best zus, omdat jullie ineens mij allebei gingen kan ik net buiten Ja, oké. Okay, nou, daarvoor stem ik op Matthijs, want Kreia is dood. Ja. Ik heb het jou niet gemaakt. Het is of Matthijs of Hugo. Ook, ja. Oh, ik was gewoon mijn dingetjes aan het doen. Je vondst dus. Okay. Ik kom uit office en ik zie hun samenlopen, wiggelen. Ik dacht, ik wiggle ook mee. En ze volgen me de hele tijd. Ik vind Matthijs ook echt pretty sus klinken, eerlijk gezegd. Ja, same eigenlijk. Ik heb hier niks gedaan. Er zijn er twee. En dan is het Hugo. Ja. Met zijn haarband. Okay, dat is zo mooi dan die tovenaarshoeten. Nou, stem op Hugo. Ik heb al mijn tijd gedaan. Fair enough. Kreetjik, als je niet precies weet waar de ruimtes... Ja, je kan rechtsbovenin op de kaart kijken. I know. Maar als ik in overleg zit, dan kan ik daar niet kijken. Dus vandaar dat we altijd nog even een mapje erbij pakken. Oh, ik snap één taak niet. Nieuwe puzzel? Meestal is die puzzel. Ah, we hebben al gewonnen hoor. Het is lekker gelukt. Bezig, Hugo. Hebben we gewonnen op taken nou? Ja, toch? Wij hebben gewonnen, toch? Ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb één deel gemaakt. Oh. Ja, ik weet niet zoveel ik heb gemaakt. Ik had er best wel gemaakt. Hé, hoe was het om imposter te zijn in deze map? Dan, de rest... Hey, ik was die stack kill. Ik was die stack kill, dat was ik. Ja, I know, want je killde mij. Hé, maar hoe is het om... Bovenin, ik ben nog gemute. Liep ik zo helemaal rond en kijk zo omhoog. Oh, Matthijs denk ik wel dat het safe is. Matthijs denk ik wel dat het safe is. Matthijs killt me. Ja. Hé, Hugo. Hoe was het om in deze map imposter te zijn? Want ik ben er nog nooit geweest hierin. Is dat leuk? Ja, ik stond letterlijk in admin en ik zag dat Rick op die tafel kijken. Dus ik dacht van, oh, ik moet gewoon echt mezelf laten zien. Dus ik reactor af, gewoon naar reactor gevent. En ik dacht dat het totaal niet obvious was, maar blijkbaar wel. Ik wist vooral dat jij het was en Matthijs. En dat kwam vooral omdat wij uiteindelijk allemaal boven bij Greenhouse en Office en admin waren. En jullie twee waren er de hele tijd niet. Waarschijnlijk heel de tijd in de vent, maar... Nee, ik weet niet, wij liepen gewoon samen bij die deur. Ja. Ik weet niet waar dat is. Het is wel moeilijk, deze map, denk ik, om gewoon... Ja, maar je kan letterlijk overal naartoe venten. Ja, I know. Je kan echt van vent naar vent, naar kamer naar kamer. Je moet wel opletten waar je vandaan komt. Sowieso horen klikken, maar als hij dat gaat gebruiken, kan ik nog zeggen, het was voor mediers. Ja.
Er is trouwens ook een computer waarin je dus kunt zien wie er langs welke sensors lopen. Dus in die gang, ja, de kruisgang. Dus bij de reactor, ik wist dat iedereen omhoog is gelopen. Dus ik zat te wachten totdat mensen naar de Southeast Corner gingen. Ik heb alleen Rick daar langs die lopen en toen hadden we al gewonnen. Maar dat was een beetje mijn strategie op het eind. Maar is dat die computer in communications? Want daar heb je een soort van log, zag ik net. Daar kan je ook alles zien. Ja, ja, die log. Ja, toch? Ja, daar kan je inderdaad alles lezen van de deuren en zo. Volgens mij, de rest heb ik gefamd. Mensen vragen of ik al een keer imposter ben geweest met Jamila. Nog steeds niet! Erg, hè? En ook niet met Rick. Het is gewoon knap. Ik weet niet hoe hoog die kans nog is. Nog nooit? Nog nooit. We spelen al 70 uur. Oh ja. Bizar, toch? Ja. Dat moet je niet te hard op zeggen. Want nu gaat het lukken. Willen jullie nog een keer deze map doen? Dan gaan we nu naar de polis. Nee, ik kan deze nog wel een keer doen. Ja? Jullie ook? Ik vind het goed. Oké, nou dan start ik hem nog een keer. Doen we nog een keer Myra. Met andere woorden, Maris wil dat liever niet, maar... Nee, maar maakt echt niet uit. Ik vind alles prima. Succes! Succes! Oh, hier geen imposter. Ik wil jullie zo graag laten zien hoe je hier echt zo van vent naar vent kan gaan, zeg maar. Even kijken, heb ik hier? Nee, ik heb alles weer in storage. Weer deze taak. Trash. In storage heb ik weer de fixed wiring, net als net. Ik zou hier niet eens weten waar je naar de knop... Oh, daar zit de knop. Waar zegt ze niet eens okay. Maar heel snel. Oh nee. Ik dacht dat ik hem had het laatste weglopen en Rick ligt daar dood. Ja, ik zag Febe daar ook weglopen. Febe. Dus ik dacht, ik ga even terug. Ik liep wel gelijk met Jamila die kant op volgen. Phoebe, what do you have to say for yourself? Phoebe? Oh my god, wacht, ik had mijn geluid stond niet aan. Wat was er? Ja. Ja, nee, echt, maar ik zweer het aan mijn geluid. Voor mij is dit heel duidelijk. Maar ik laat het aan jullie over, of jullie mij geloven. Ik weet zeker dat Phoebe is. Nou, ik ga even het zo vertellen. Ik liep weg en ik zag Phoebe. Wacht, waar? Ik kwam samen met Febe aanlopen, zeg maar. Ik kwam vanuit onder en Febe ook. En ik zo reporten daar, ik weet niet wie er op de reportknop heeft geklikt, maar Hugo. Ja, ik wou zeggen Rick, maar Hugo. Oké, maar eventjes om, we focussen even op Rick's kill. Ik kan het, ik kan het. Febe en Rick liet ik daar samen achter, helemaal in het begin. Dus ik liep naar rechts. Ik dacht, oké, ik ga zo naar mijn wiring taak weer even teruglopen. Om te kijken, want ik zag Febe dus langslopen. Ik dacht, oké, ik ga even kijken bij Rick. En sure enough, hij is dood. Maar ik zag wel Matthijs daar gewoon op de body staan. Dus dat vond ik dan even raar. Maar op zich, Matthijs' verhaal klopt wel. Want ik heb wel Febe en Rick het laatst samen gezien. Ik was echt heel erg. Ik vond ook gek wie er weg. Ik heb Rob met basecamp zien doen. Bibi, heb jij al Febe? Maar waarom heb je hem niet gereport? Want dan weet je echt niet meteen. Maar dat was het dus niet. Bibi. Ja, dat ben ik. Waar heb jij op gestemd? Ik, hè? Ja? Wacht even. Ik heb op Febe gestemd. Oh, oké. Maar hier is nog een ander idee. Wie vertrouw jij op dit moment? Ja. Jou niet. Je bent verbazend stil. Nee, maar het andere idee is dat Matthijs Febe langs zag lopen en hij wil Febe framen. Ja, dus dat zou kunnen. Ik skip hem voor nu. Oh, ik heb al Febe. Ja. Sorry, Febe. Hey, voor mij is dit Febe. Ik heb er ook vrij weinig gezien en aangezien je de hele map door kan venten. Doei, Febe. Ik heb sowieso nog niemand echt gezien. Goodbye, Phoebe. Ja, het spel net begonnen, joh. Hoezo? Ik heb nog helemaal niemand gezien. Ja, ik heb alleen Roos, die ging draadjes doen daar. Maar voor de rest ben ik alleen maar aan het kijken waar ik heen moet. Ik moet hier een admin wezen. Oh, er staan er veel aan hier. Oké, leuk. Ik zag net mensen in de chat zeggen van dit is eigenlijk mijn lievelingsmap juist. Wat grappig. Ja, bij mij wil nooit iemand deze map spelen. Dus dit is echt een van de eerste keren. We hadden vorige keer één potje gedaan. Maar ja, toen vond niemand hem leuk. En ik heb hem ooit een keertje gespeeld. Heel lang geleden toen ik het net speelde. Maar dat was het eigenlijk wel. Roos is wel... Kijk, ik ben bij Jamila in de buurt. Ik hou Roos een heel klein beetje in de gaten. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar...
moet naar Reactor toe. Oh nee. Oh mooi, dat ding gaat toch af. Dan gaat iedereen naar Reactor. Dat komt goed uit. Ik werd even anti-corona gemaakt hier. Tsh. Dat was snel, Matthijs. Was je toevallig hier al? Was je hier al? Oké, okay, ik moet alleen nog naar Medbay. Even kijken. Roos, Bibi en Attica laten we hier achter, oké? Okay? Onthoud. Roos, Bibi en Attica. Oh, Roos niet. Bibi en Attica. Zal ik nog even checken? Ik moet wel checken, want ik... Oh, Bibi en Attica leven nog. Oké, okay, nou, dan zal dat daar wel goed gaan, denk ik. Oké, okay, we gaan naar Medbay. Ik heb daar nog een taakje. Medbay zit hier. Ik ga dood, jongens. Ik voel het. Ik leef nog! Nou. Alleen Jamila niet meer. Waar? Oh, sorry, ik stond nog niet. Nee, is niet erg. Wacht even, ik pak even die map, want ik... Nee, wacht even. 1 seconde. Even kijken hoor. Sorry, het is laat. Office, is dat waar was ik in office? Ik denk dat ik in office was. Hey, ja. Ik stem op Bibi. No. Nee. Oké. Okay. En, ja, en daar vond je... Map hebben, hoor. Ik heb geen idee waar dat is. Ja, het was dan sowieso... Nee, hè? Oh, oké. Okay. Ja, ik was met Attica en Bibi de hele tijd in Reactor nog nadat het alarm afging. Ik liet Attica en Bibi achter, maar toen dacht ik, ga toch even checken of ze niet toevallig dood zijn. En toen ben ik met ze meegelopen weer door die decontamination. Ik ben toen in Medbay een scan gaan doen. Of niet een scan, maar wat zit daar? Wiring. En ben ik in Medbay gaan doen. En toen ben ik Bibi kwijtgeraakt. En nu is er een kill. Ja, maar dat kwam omdat ik toen, zeg maar... Ja, naar boven liep. Ja, dat zou kunnen hoor. Ja, voor de greenhouse ging ik een Matthijs? Ja? Jij was al in Reactor toen dat ding afging? Ja, ik was in Labs de juiste steen Roos aan het doen. Oké, okay, dus dan houden we dus Roos over. Die heb ik ook niet echt gezien. Ik heb gewoon... Ja, ik ben klaar met mijn taken. En is het denk je tijdens de lichten gebeurd? Want ik heb heel de tijd op admin gezeten. En ik heb heel de tijd drie mensen bij elkaar gezien. Ah, je was niet mee naar Reactor als enige. Ik kwam wel naar Reactor. Oh, je was wel bij Reactor. Oh. Ja, ze stond in de sluis die wij hem al hadden gefixt. Hey, op wie gaan jullie nu stemmen dan? Want ik heb het idee dat we wel even moeten gaan stemmen. Ja. Eerlijk, ik denk Roos en Bibi. Ja, ik denk sowieso... Ook ik. Ja, maar dan had Bibi op zich ook wel Attica kunnen killen net bovenin bij Reactor. Ja. Want ik was echt weggegaan. Dus waarom zou ze Attica dan niet hebben gekild en gevent? Dus ik denk Roos. Ik stem op Roos. Want het is meer omdat ik haar het minst heb gezien. Sorry, Roos. Ja. Nee, Roos is heel stil. Volgens mij hebben we wel gelijk met Roos. Waar kunnen we hier de lichten fixen? Waar zit hier electrical? Oké, hij wijst me hier naartoe. Zit het hier? Oh, gewoon hier. Oké. Okay. Volgens mij hebben we hier helemaal geen electrical. Ik heb al mijn taken ook af. Dus ik kan op zich... Hij zit hier of daar. Zal ik bij die community log eens even gaan kijken? Want wie houden we dan nog over? Want Attica en Bibi hebben elkaar niet gekild. Waarom zouden ze dat niet gedaan hebben? Het zijn in ieder geval geen venters dan. Want kijk, je ziet wel, Roos is ook echt nergens langs geweest. Langs geen enkele sensor. Maar Attica en Bibi en... Kijk, Bibi had me weer kunnen doodmaken. Zou het Attica zijn dan? Waar is Attica? Zoeken. Zullen we gewoon gaan stemmen? Ik ga op de knop drukken, jongens. Ik ga het doen. Attica? Ja? Waar ben jij? Ik ga even kijken, hoor.
Ik was bij... Ik kan niet uitspreken. Daar bij Reactor. Ja, dat. En wat ging je daar doen? Yeah. Mijn laatste taak. Ik ben nu klaar. Want Bibi en Matthijs en ik zijn de hele tijd met elkaar gebleven, met z'n drieën. Ja. Niemand heeft ons van de drie of zo... We zijn ook af en toe eens met z'n tweetjes geweest. Dan ging er niemand dood. Ja. Maar ik ging nog mijn laatste taak afmaken. En waarom heb je die net niet gedaan dan, toen je al in Reactor was? Hoe bedoel je? Nee, ik had een taak afgemaakt en toen dacht ik dat ik klaar was, maar toen kwam er nog één daar. Ah, oké. Okay. Ja... Want ik stond met jou net ergens en ik had jou makkelijk kunnen killen, maar jij was bezig met een taak, dus je had het waarschijnlijk niet gezien. Nee, maar dat is voor Matthijs en voor Bibi dat net zo, dus I'm confused. Dat is heel makkelijk om te zeggen, maar ik heb nog steeds een ding. Ja, maar ik denk niet dat een van hun iemand zou killen toch, als jullie met z'n drieën zouden zijn? Nee, maar ik was ook met Bibi alleen, maar Bibi killde mij niet. Het is heel makkelijk om één te killen en anders zwaar voor de bus te gooien, dat is heel makkelijk. Ja, ja. Ja, ik denk op zich dat Matthijs wel safe geweest, is. En dat is meer omdat Matthijs ook op admin table zit en zo. En... Ja. Dus ja, kijk, al wat ik heb geweest, want ik één van de twee heb Hoeveel taken moeten jullie nog? Want ik heb al mijn taken ik af. Ik ben klaar. Ja, ik ben dus ook klaar. Dus een spook is nog niet klaar. Daarom zit ik er rond te lopen. Ja, of iemand... Als ik het was geweest... Ik zou zeggen, laten we gewoon bij elkaar blijven dan. En laten we de spookjes de taken afmaken. Is dat het meest verstandig? Skippen. Oké. Denk eens. Bibi? Ja? Ik Bibi vertrouw ik deels ook nog steeds niet. Ik vertrouw niemand in dit spel. Nee, ik vertrouw alleen jou. Oh jee, that's a first. Nou ja, ik zou zeggen, laten we hier gewoon blijven staan. Dan kunnen de spookjes hun taak afmaken als zij zeggen dat ze allemaal klaar zijn. Ja, dat kan natuurlijk ook nog. En dan gaan we daar met z'n allen naartoe, toch? Ja, ik denk nog steeds dat het Attica is. Maar ik heb ook wel een zus op Bibi. Maar ik denk dat Matthijs wel safe is. We zijn toch nog met z'n vieren? Je zou bijna denken dat er nog iemand anders in de game zit. Dus ja, als we allemaal klaar zijn. Wat gaan we doen? Oh, jongens, wie is het? Wie denken jullie dat het is dan? Van deze vier? Het moet toch wel... Het moet één van die drie zijn. Maar ik heb geen idee. Ik denk Attica. Maar dat is weer omdat ik er net de hele tijd niet zag. Nu is Matthijs weg. Ja. Spookjes! Attica stond stil toen de reactor afging volgens mij. Wat zeg jij? Volgens mij stond Attica stil toen de reactor afging. Ik snap inderdaad veel, maar je kan toch niet veel doen? Je kan blijven bewegen, anders krijg je dit soort dingen. Zullen we gewoon gaan gokken? Ja. Er zit sowieso nog... Het zit echt de hele tijd om mij, hè? Ik denk dat we met Roos wel goed zaten net, toen we haar eruit hebben gestemd. Dus ik denk dat er sowieso nog maar één imposter is. Het moet wel. Yeah. Oh ja, we anders hadden ze al gewonnen. Ja, dus ik denk Attica of Bibi, één van twee. Laten we zeggen... Roos is sowieso goed. Ik zeg Attica, maar die is stil toen reactor. Yes. Ja, je mag op mij stemmen. Ja, is goed. Ik ben het niet. Nou ja, dan is het Bibi. Of is het uiteindelijk gewoon Matthijs? En ben ik er gewoon echt helemaal volledig in gestonden? Ik weet niet, bij elkaar vandaan blijven. Maar dan krijg je een applaus van me als jij het bent. Oh! Nee, het is niet Attica. We hebben het toch echt verkeerd gegokt. Het is Bibi. Jullie hadden het verkeerd. Ik heb jullie gevolgd, hè? Jullie staan allemaal massaal. Nee, ik mag niet meer drukken. Ik heb al gedrukt. Nee, ik mag niet meer drukken. Ah, nee. Bibi. Oh, ze hoeft maar één kill te maken en dan is ze gewonnen. Matthijs, kom mee. Oh. Kom maar. Netjes. Oh, ja, ik had het eigenlijk moeten weten. Want als jij me vertrouwt, dan gaat er iets niet goed. Dat is al zus. Oh, het is echt wel moeilijk. Ik ken deze map ook gewoon te slecht ervoor. Nee, weet je wat het is? In het begin hebben we Febe eruit gestemd. En ik zei, het is dus Febe en Matthijs. Maar iedereen ging zo snel op Febe.
Maar daarna waren er gewoon nog twee imposters. Dus daarna is het toch automatisch Matthijs. Ja, oh ja, klinkt logisch. Nou, ik had een brain fart hoor. Maar Matthijs, well played. Nice, netjes. Ja, we hebben erin laten denken. Sorry Attica dat ik je eruit heb gestemd. Maar iedereen zei van, oh het is Febe, want die kwam van die body af, die kwam... Maar ik killde Hugo recht voor Febe, dus ik vond het echt super fijn dat jullie allemaal zeiden van, ja het is Febe, het is Febe. Ik was echt van, oké, het is Febe. Ik zei zo van, want ik stond zeg maar zo in admin, ik killde Hugo en toen dacht ik loop eruit. Maar toen kwam Febe aan lopen. Toen werd het gekald met anderen en toen was het zo van, het is Febe. Ik was van, oké, het is Febe. Oh, nou ik vind deze map lastig. Gaan we nog een rondje Polis doen? Ja. Wil iedereen zelf? Ja, en dan ik ga daarna stoppen. Dat wilde ik net zeggen. Dat is voor mij dan ook mijn laatste potje. Dus doen we nog één potje Polis. Even een Polis. Yes. Even een Polisje. Oké, ik deel de code weer in de dinges. Nou, sorry dat ik zo slechte Sherlock was. Potje Polis. Cool. Als Jamila meedoet, dan is mijn Sherlock brein niet meer nodig. Want dan doet Jamila toch al het werk. Dus dan denk ik alleen nog maar... But I told you. I gave you all the info. Ja, I'm sorry. Ik zat ook weer eens niet te luisteren zoals gewoonlijk. Knap, knap, knap. En ik maar wachten en wachten. Het duurde echt lang dit potje. Jullie zaten waarschijnlijk altijd... Nee, hoezo zo dom? Nee! ik had het nadat jullie Febe eruit hadden gestemd, had ik het al opgegeven. Toen dacht ik ook helemaal maar. Want mij staat letterlijk op mijn lichaam. Ik heb Febe helemaal niet gezien. Oh, dat was ook zo! Dat was dit potje! Ja, hoe kan ik zo dom zijn? En ik vraag mensen in mijn chat, hè. Ik zeg, wie denken jullie dat het is? Iedereen Attica. Volledig. Iedereen massaal Attica. Dus ik denk, oké, we gaan ervoor. Dus ik zei nog, nou, jullie hadden het ook niet goed. Dat zal dan denk ik toch wel Bibi zijn. Maar het was gewoon wat Ik netjes gedaan dus. Iedereen zegt mijn naam altijd. Iedereen zegt dat ik het ben. Ja, waarom? Ze misgunnen je het gewoon. Trouwens, kan je even je naam uitspreken? Ja, hebben we al gecheckt. Wie? Jij. Ik? Ja. Voor? Voor mij. Attica, hoezo? Ja, zie je. Zie je? Ja, je zegt het goed, Jamila. Al echt vanaf het begin. Ja, maar... Het is Attica. Ja, ik heb het net gevraagd. Ik heb het er net gevraagd. Bieratten. Nou, bedankt. Thijs moet gaan. Nog één potje. Heeft het goed gedaan. Nog één potje, Matthijs. Oh, mijn laatste potje. En het is ook Jamila en geen Jamila. Oh, hij moet zijn trein halen. Oké, dat is wel belangrijker dan nog één potje. Oké, dan zijn we met 9 in Polis. Doei, Matthijs. Rennen naar de trein. Thanks for killing me. Are you not killing me? Bye. Dat was Matthijs. Oké, zal ik hem starten? Of wil je Matthijs nog even uitlaten, Rob? Wat, hè? Wil je Matthijs nog even naar buiten laten of Rit is zichzelf? Nee, ik moet even. I have to be the good host. Ja, precies. Dus daarom zeg ik, dan wacht ik nog even met starten. Ja, oké. Hey, maar Jamila, ik had net aan Attica gevraagd. Want spreek je het nou uit als Attica of als Attica? Maar ze hoorden geen verschil. Het is Attica. Oké, nou. Ja, je zegt het echt vanaf het begin goed, dus dankjewel. Thank you. Oké, nou. Ja, maar goed dat je het wel hebt gevraagd. Ik noem je voortaan wit. Ik zag wit wegrennen, mensen. Dat was wit. Ik zag iemand in de chat zei, wie is Afrika? Oh, Afrika ook echt. Ook leuk. Oh, je namen zijn altijd lastig. Iedereen wordt altijd verkeerd genoemd. Zoals Jamila ooit zei. Ja, bij Bibi gaat het wel goed, denk ik. Ik denk dat niemand jou Bibi noemt of zo. Nou... Maar verder niemand. Wie doet dat? Ja, een leraar van mij. Echt? Dat deed het één keer, deed hij dat per ongeluk. Die noemde je Bibi? Alleen toen is het... Ja. Is het ook dat klinkt als Bibber. Ja. Nou, wil je weten hoe mensen mij heel vaak noemen? Ja. Maurice. Alsof ik een man ben. Ik ben toch geen man? Maar ik krijg zo vaak berichtjes. Hey Maurice.
En dan denk ik, hoe kom je erop dat ik Maurice zou heten? Maar ik heb gewoon geen naam meer. Ik ben vanaf nu gewoon Crea-chick, dus dat is gewoon prima. Dat gaat op zich wel oké. Okay. Dat is gemakkelijker, ja. Ja, dat gaat gewoon goed. Maar het is Mariska, voor iedereen die het nog steeds niet weet en die niet meer durft te vragen. Oh, ik dacht dat je ook Maurice heet. Nope. De helft van je kijkers gaan... Ja, gaan oh, sorry. Ik dacht ook dat je Maurice heet. Nee, ik zie nog niks in de chat. Ja, weet je hoe mensen mij altijd noemen? Ik heet Hugo, maar ze noemen hem altijd de broer van Bibi. Oh! Oh. Ik noem je ook heel vaak de broer van Bibi als ik je voorstel. Oh, dat is ook zo slecht. Ik noem je Hugo. Ik ben ook de broer van Bibi uiteindelijk. Ja, dat is ook zo. Maar ik snap je punt. Dat is hetzelfde als dat ze mij de vrouw van Crea-Rick zouden gaan noemen. Dan word ik ook Ja. Rick wordt overigens wel zo genoemd. De vrouw van Crea. Ja, de vrouw van Crea, check. Waarschijnlijk ga je nu eerder start in de chat lezen dan Maurice. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik zie alleen maar bro. Hugo, sorry. Ja, sorry. Start! Oh, hoi Maurice. Start. Ja, nee, nu gaan ze expres schrijven. Hoi Maurice. Start. Oh, ik had het ook niet moeten zeggen. Nee, hoi Maurice. Rick is stil. Ja, Rick is in slaap gevallen, denk ik. Rob, het is een beetje lastig om haar te laten luisteren. Oh, wat? Hadden jullie het echt mee? Ja. Oh, wat zei je? Dat bedoel ik. Of je alsjeblieft de game wil starten. Oh, Rob is weer terug. Oh, welkom terug. Het is maar goed dat dit het laatste potje wordt. Ik word blij van moe. Ik val ook echt niet veel op. Nee, sorry Rob. Het is gewoon gewoon dat je er bent. Ik wist niet meer waar we op aan het wachten waren. Oké, sorry. Bye. Oh, moeten we hier doen alsof we sleutels hebben? Ja. Nou, Rick zal dus denk ik niet de impostor zijn. Gok ik van niet. Hugo. Blijf bij me vandaan. Nee, Hugo. Engert. Ik ga dood. Ik leef nog. Waarom zing ik zulke lelijke liedjes? Nee, niet nu allemaal Maurice typen. Oh nee, ik heet echt niet Maurice. Nee, dat heb ik mezelf aangedaan. Moet dat soort dingen ook niet vertellen. Hey, Hugo heeft mij nog steeds niet gekild. Ik moet in weapons wezen. Oh nee. Nee. Oh, ik leef nog. Hey, we hebben weinig taakjes aanstaan, nog net vanwege Myra. Dus ik ben hierna gewoon al klaar. Dat is echt heel weinig. Ik mag zo meteen nog wel wat... Oh nee, was het laatste potje. Ja, Mariska, ja, dank jullie wel. Ja. Kijk, ik heb gewoon al mijn taken al klaar. Er was echt heel weinig taken zo. Ik ga kijken op Vitals. Oh. Ah, Bibi. Weinig taken aanstaan? Ja, of... Ik ben al serieus klaar met mijn taken. Er staan echt heel weinig aan. Ik heb een buisje vullen, dus ik moet een menu. Jij bent ook klaar. Oh, oké. Nou, ik ben gewoon ook klaar. Ja, ben ik een beetje rond. Dus dat is echt heel zuur voor de imposter. Zo. Dat is wel echt heel lastig. Het is in dat gekke, geile tussenstukje. Specimen room. Ja, dat ding. En dan in die sluisjes. Nee, het was echt in die kamer ertussen. Oh, ik kwam van een sluisje aan de rechterkant. Oké, ik weet nu al dat iedereen waarschijnlijk zus op mij gaat hebben, maar maakt niet uit. Ik heb daar haar het laatste gezien. En ik ging richting specimen, maar de deuren gingen zeg maar dicht. En toen zag ik haar naar binnen lopen. Dus ik verwachtte dat ze eraan kwam, maar ik was best wel snel klaar met mijn taak. Dus ik ben verder doorgelopen naar admin. Ik zag je wel bij admin en ik zag je ook in Office. Ik heb, want ik Jamila wilde net op Vitals gaan kijken. Ja. Mijn hele chat ontploft met Maurice. Ja, dat hou op! Een beetje onnatuurlijk. Is niet leuk. Ja, het is echt heel dom dat ik dit heb verteld. Ja, ik nooit het ding is, er is dus een vent van MedBay naar admin. Ik heb dus Crea, Rob en Azika gezien. Maar dat zegt ook niet zoveel. Want het kan net zo goed iedereen geweest zijn die we niet hebben gezien. Nou ja, Hugo heeft mij niet gekeild. Maar nou weet ik uit vorige potjes dat dat niet zo heel veel zegt. Maar ik denk dus nu dat Hugo op zich wel safe is. Want wij waren deels bij Oog toe.
En hij heeft me niet gedood. Ik dacht echt, hij gaat me doden. Maar dat heeft hij niet gedaan. En Rob kwam ik daar ook nog tegen. Die heeft me ook niet gedood. Dus ik denk op zich dat Rob en Hugo wel safe zijn. Maar voor de rest... Okay. Weet ik niet. Maar ja, we kunnen taken afmaken. Want ik ben al klaar. Dus ja, ja. We gaan sowieso winnen op taken. Ik nog wachten. Ja. Dus als je imposter bent, quickie kills. Want ja, het is echt heel sneu. Maar er staan echt heel weinig taken aan. Ik dacht ik was op zoek naar mijn laatste taak en ik dacht, huh? Oh, ik ben al klaar. Ja, ik ook. Echt super snel. Mensen vragen hoe ik had geheten als ik een jongen was geweest. Ja, dat willen jullie nu wel weten. En dan kunnen jullie me zeker zo gaan noemen allemaal. Ik had Peter geheten. Wow, zag je Roos hier nou gewoon door die muur heen gaan? Ja, Jamila zag het ook. Huh? Waar is Roos? Nou, we een glitch, denk ik. Dat is een beetje geglitcht. Roos is ook... Oh, Roos is hier. Met Hugo. Roos die springt de hele tijd. Dus ze heeft iets met haar internetverbinding, denk ik. Ja, Peter had ik gegeten. Maar heel eerlijk gezegd, als ik een meisje was geweest... had ik eigenlijk... Zeg ik dat wel goed? Had ik Peter geheten? Ja, ik geloof van wel. En als ik een meisje was geworden, wat ik ben, had ik eigenlijk Petra geheten. Dus Peter of Petra. Maar mijn vader die heet Peter. Maar uiteindelijk toen ik geboren was, vonden ze Petra toch niet zo heel erg bij mij passen. En toen hebben ze het eigenlijk nog op het laatste moment hebben ze er Mariska van gemaakt. Dus zodoende. Ik weet ook niet of ik liever Petra had geheten. Oké, ik vind Mariska ook een aparte naam. Ik weet ook niet of ik daar nog helemaal fan van ben, maar... Hè? Dat was het. Ja, ik sta hier lekker te niks hoor. Ik ben een beetje gewoon bij mensjes aan het staan. Ik zit niet eens op te letten of zo. Want ja, ik ga me gewoon... Ik kan me gewoon niet voorstellen dat we dit niet winnen op taken doen, zeg maar. Yo, Peter. Ja, zie, ik wist dat jullie dat niet hadden. Hugo ligt in communications. Ik heb... Sorry. Hugo heb ik net de hele tijd samen gezien met Roos. Ik ben de hele tijd bij jullie geweest. Ja, Roos was die altijd bij ons. Ja, toch? Ja, maar Hugo was toch daar ook de hele tijd bij? Nee, bij mij niet. Ja, ik zag hem wel in Mad Bay. In Mad Bay heb ik hem achter. Ja, en hij liep nog mee naar buiten met Roos en met mij. Ja, ik heb heel de tijd met Febe en Kreatchik gelopen. Jamila kwam af en toe langs. Toen gingen we uit elkaar. Toen ging ik naar, want ik ben nou klaar met mijn task, naar die flesjes dingetje. Ik stond net heel tijd met Kreatchik en met Jamila, maar daar was Roos niet bij. Nee, Roos die was niet. Febe kwam er later pas bij. Ik sta nu op wat admin trouwens. Ja, ik ben al admin aan het lopen. Oké, we gaan allemaal gewoon vol op één iemand stemmen. Wie is ik denk, ik heb een zus, Oh. Ik denk Attika. Oké. Okay. En waarom stemt? Want? Ik ben de Ja, dat klopt. Maar daar heb ik ook mijn reden voor waarom ik denk dat je dit niet hebt gedaan. Maar ik stond rechtsboven, heb ik Kreatchik gezien daar. En Febe en Rob. En misschien Roos, dus dat waren er vier. Toen ben ik naar links gegaan, was Attika daar met de camera's. Toen ben ik heel snel weggerend. Ja, terug naar de ruimte, want ik wilde weer veilig. Toen ging ik naar beneden. Ik ging bij Vitals kijken of er iemand dood was. Hugo was dood, dus... Ik snel rennen naar de linkerkant van de map, want ik dacht dat het misschien Attika was. En ik zie haar naar beneden richting Specimen Room gaan. Met andere woorden, ze is vanuit Electrical op het pad langs Communications gelopen richting Specimen. Zij is de enige waarvan ik weet dat het pad naar de links is geweest. Dus ik kijk in weapons. Wanneer was dit? Ik heb al op Attika gestemd. Attika. Sorry. Attika! Met mij, hè? Wit! Nou, ik heb gestemd op wit! Dit was het hele level, deze hele ronde erop. Sorry, wit. Goodbye. Geen genade, Maurice. Oh! Burn! ik kom hier echt nooit meer vanaf van die Maurice. Ik had het nooit moeten zeggen. Zo dom. Zo dom ben ik af en toe. Oh. Ja, we zijn allemaal klaar toch met die taken. Maar kijk nou, het balkje is nog best wel veel. Dus wie in hemelsnaam heeft de taak nog niet gedaan dan? Kijk, we kunnen ook gewoon op de knop drukken. Is diegene gebruikt ook de knop niet? Oh, nu pas.
checken hoor. Roos, Rob, Fabian, ja, zijn gewoon weer hier allemaal. Nou ja, ze moeten toch even de taken gaan afmaken en dan is het klaar. Staan we weer. Het lijkt het vorige potje wel weer. Het lijkt het voor... Oh, ik kom niet eens bij mijn woorden. Het lijkt het vorige potje wel dat we weer gewoon heel zo staan. Ja, ik kan wel bij de camera kijken, maar ja, kijk, we zijn allemaal hier. Er is toch niemand nog die nog meer meedoet? Attika is eruit. Kijk, Roos fixt de lampjes. Hey. Rob kwam er als laatst bij. Ja, hè? Want het was sowieso niet Roos, want ik stond met Roos al bij de lampjes toen. Wat? Dat was het? Ja. Ik ging okay. Bij de lichten, okay. Dus Febe is als enige achtergebleven samen met Rob. Ineens ik is Febe heb geen idee. Het was voor mij alleen maar donker. Voor mij is het nu alleen maar Jamila. Rob was ook de enige die Attika in twijfel zette. En Attika is zeker weten een imposter, anders hadden we verloren. Ja. Dat is niet waar. Ik heb alleen maar gezegd dat Attika het ook kon zijn, maar... Verder heb je wel gelijk. Oké, thank you. Yay! Ah, het was ook moeilijk, want we stonden weer de hele tijd bij elkaar. Ze kunnen het was een little bit impossible met iedereen. Ik wou het zeggen. Okay, Jamila, waarom waren de taken niet af? Ik zat echt te wachten op die taken. Ja, wie had er nog taken dan? Oké. Okay. Maar je hebt misschien langs de body gelopen, ik weet het niet. Ja, ik heb twee hele gezien. Nette kills gemaakt. Oh. Wie had die... Dat waren hele nette kills inderdaad. Wie had zijn taken nou niet af dan? Ik was best blij met mezelf zo op deze map. Yay. Jee, was het. Hey, als je... Maris, als je nou even heel snel op play drukt, heeft niemand kans om te zeggen... Ah. Ja, maar ik was degene die ging zeggen, ik ga... Snel dan. Je wil even meer taken aanzetten dan. Oh ja, even meer taken aanzetten. Nee, Rick wilde graag stoppen, want hij wilde eigenlijk al maar... Ik denk dat je aan het praten bent, maar... Oh, sta ik... Oh. Maris. Hi! Hallo! Ja, daar ben ik! Daar luistert ze wel naar. Ja, dit is al de zoveelste keer. Ik zit weer de hele tijd te kletsen. Wat ik wilde zeggen was, ik was degene die zei van dit is het laatste potje. Dus jullie kunnen wel zeggen druk snel start. Maar ik was degene. Want Rick wilde ook stoppen, want Rick wilde sowieso niet zo heel erg lang. En we zijn inmiddels alweer 3 uur aan het spelen. Dus... Ja, en we zouden eigenlijk... 73 uur in Steam. En we gaan morgen weer! Yay! Daarom, dus we gaan nu stoppen. Morgen meer, yay. Nou, wat een enthousiasme. Dan kan je leuke dingen downloaden van tevoren bij Discord. Overleven.nl. Ja, sowieso. En alle toffe uitspraken van Hugo kun je daar lezen. De wachtmuziek van Rob kun je daar downloaden. Nee hoor, ga maar niet kijken. Er gebeurt daar nooit wat, waarschijnlijk. Overleven.nl bestaat niet. Ik heb een grapje gemist, denk ik. Ja, sorry. Ja, dat was in het begin van de stream. Sorry. De website. Niet leuk. Grapjes waar je niet bij was. Sorry, de website is nog in making, maar het is wel gewoon alvast goed om het te maken. Ja, Rick heeft hem tussendoor al geregistreerd. Discordoverleep.nl, ja. Discordoverleep.nl. Oké, nou, ik ga mijn stream afsluiten. Jullie allemaal bedankt voor het meedoen, was gezellig. No worries. En ik zie een heel groot gedeelte van jullie morgen weer. Bibi, doe jij morgen ook mee? Yes. We hebben morgen echt 400 mensen. Ja, daarom. Maar Bibi... Nou, een beetje overdreven. 389. Hugo deed morgen wel mee, maar Bibi, wilde jij nou morgen ook meedoen? Bibi? Oh, morgen kan je niet. Nee. Oh, oké. Nee, maakt verder niet uit. Maar ik dacht, ik check het eventjes voordat je misschien nog niet erbij kon komen of zo. Oké. Nou, leuk dat je in ieder geval vanavond meedeed. Het was gezellig. Yes. En weer niet samen imposter. En ook niet met jou. En ook niet met jou. Nope. En ook niet met jou. En ja, wel met jou, hè, Rob? Nee, ook niet. Met Hugo alleen. Nope. Met mij. Ja, dat was... Maar die was nice. En met Attika. Ja, en met Attika was ik het. Met Wit. Ja. Nee, met Maurice. Met Maurice. Oh, ik ga snel weg. Hé, hey, dank jullie wel voor het meedoen allemaal. Was gezellig. Dankjewel. Doei. 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 Bye. Oké. Okay. Sorry voor dat. Hey, dank jullie wel allemaal weer voor het kijken. Dit waren de potjes voor vanavond. Morgenavond zijn we er weer. Mocht je dat nou niet willen missen, vergeet dan natuurlijk niet te abonneren op dit kanaal. Geef een like als je deze livestream leuk vond. Ik had toch al 3 hele mooie imposter potjes erin zitten vandaag. Dat is beter dan afgelopen keren. Want toen had ik echt elke keer
geen impastepotjes. En als ik impaste was, was ik echt super slecht. En dat potje met Hugo was best wel nice, vond ik. Die ging echt wel heel goed. Maar ik kwam ook omdat Hugo zo voor me aan het foutje was. Oké, okay, maar de Peter, Petra, Maurice grapjes, die houden we voor vanavond. Daar hebben we het morgen en gewoon voor de rest van ons leven nooit meer over, oké? Okay? Doen we dat alsjeblieft aan, oké? Okay? Is ons geheimpje. Oké, okay, ik ga me afsluiten. Thanks allemaal voor het kijken en tot snel weer. Tot morgen.